Goedemiddag, welkom bij de laatste sessie in de reeks erfgoedcolleges van 2020. Mijn naam is Lima Sala en ik ben de gespreksleider vandaag. Ik zal om te beginnen kort iets vertellen over de thematiek van dit jaar, over de opzet en over het inzenden van de vragen. En tot slot zal ik onze sprekers van vandaag introduceren en dan gaan we beginnen. Leuk dat je kijkt. Dit jaar bekijken we tijdens de erfgoedcolleges hoe in- en uitsluiting van bepaalde groepen mensen in Brabant heeft plaatsgevonden aan de hand van 4 erfgoedthema's. We hebben het al gehad over arbeidsmigratie in de eerste sessie. In de tweede college keken we naar het koloniaal verleden van Brabant. En de vorige keer hadden we het gehad over de vergeten stem van de vrouw in de geschiedschrijving. Deze thema's belichten we telkens vanuit de geschiedenis en vanuit de actualiteit. En tijdens de colleges willen we het verleden verkennen vanuit een meer stemmig en actueel perspectief. En dat gaan we ook vandaag weer doen. Vandaag gaan we het hebben over armoede in Brabant. Zowel in deze tijd als in het verleden zetten niet-overheidsinstellingen zich in om de positie voor armen te verbeteren. In dit college richten we ons specifiek op de rol van de kerk en het initiatief Quiet. Even over de opzet. Vanwege de huidige maatregelen bieden we de colleges dit jaar online aan. Wat ontzettend jammer is. We kijken uit naar volgend jaar en hopelijk zitten we dan samen. Maar goed, op deze manier kunnen we de lezingen toch plaats laten vinden, terwijl we voor elkaars veiligheid en gezondheid zorgen. De opzet van het college is als volgt. We gaan eerst luisteren naar de lezing van Marleen Rijgeld. Na afloop is er ruimte voor 1 vraag vanuit de chat. En vervolgens gaan we luisteren naar Ralf Embrechts, met weer ruimte voor 1 vraag vanuit de chat. Na beide lezingen gaan wij met z'n drieën in gesprek en is er tot slot ruimte voor de overige vragen van jullie, van de kijkers. Als het goed is, jullie hebben daar al informatie over gekregen. Je kunt tijdens de hele sessie je vragen insturen. En doe dat dan ook vooral. Mijn collega's verzamelen alle vragen en aan het eind krijg ik de vragen binnen en leg ik ze voor aan onze sprekers. Ik heb natuurlijk rekening te houden met de tijd, maar ik ga proberen zoveel mogelijk vragen voor te leggen aan de sprekers van vandaag. Dan ga ik onze sprekers introduceren. We hebben vandaag in de studio Marleen Rijgeld. Marleen is promovendus aan Radboud Universiteit Nijmegen en archivaris Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Marleen gaat vandaag in op de rol van kloosters en onderwijs. Religieuzen verbeterden bijvoorbeeld vanaf de 20e eeuw de sociale mobiliteit van arme Brabanders door onderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen. In Noord-Brabant, vanaf de 17e eeuw een arme provincie, begint onderwijs pas echt toegankelijk te worden in de eerste helft van de 20e eeuw. En dit dankzij de inspanningen van religieuzen. Marleen gaat ons er vandaag alles over vertellen. Ook is Ralf vandaag hier, Ralf Embrechts, oprichter en ambassadeur van Quiet en directeur van MOM Tilburg. Quiet is begonnen als een Tilburgs initiatief en bekend van de Quiet 500. Quiet zet zich in sinds 2013 voor mensen in armoedesituaties door onder andere te investeren in lokale netwerken. Ralf gaat vertellen over de 3 speerpunten van Quiet: vertellen, verzachten en versterken, met onder andere als doel om de effecten van armoede in Brabant te verzachten. Dat zijn de thema's van vandaag. Ik vraag Ralf even om plaats te nemen en dan is aan jou het woord, Marleen. Ja, dankjewel. Eens even kijken. Nou, nu het land helaas opnieuw in lockdown is gegaan en de scholen wederom zijn overgeschakeld op online onderwijs, lijkt het me heel toepasselijk om het vandaag te hebben over onderwijs en gelijkheid. Al tijdens de eerste lockdown werd eigenlijk pijnlijk zichtbaar dat de sluiting van basisscholen leidt tot toenemende ongelijkheid. En vanochtend heeft de Nationale Kinderombudsvrouw het weer herhaald. Kinderen die risico lopen op een leerachterstand, gaan er eigenlijk verder op achteruit. Ze hebben geen laptop, ze hebben geen ouders die kunnen helpen, geen plek om hun schoolwerk te maken. En juist de kinderen die het onderwijs het hardst nodig hebben, worden ook het hardst getroffen door die schoolsluiting. Nou, ik ga het vandaag ook hebben over onderwijs en gelijkheid. En daarvoor neem ik u eerst mee terug naar het Tilburg op 26 november 1833. Als de eerste arme school feestelijk wordt geopend. Een schooltje dat 3 zusters van liefde in 1832 waren begonnen in hun eenvoudig huis. Maar al snel naar de sacristie van de Heikense kerk verplaatst moest worden. Omdat het aantal arme en min vermogende meisjes in minder dan een jaar tot boven de 150 was gestegen. In de kroniek van de zusters lezen wij: 'Ochtends om 8 uur celebreren ze de kerk in de schoor van de Nelen Mis.
153 kinderen waren in de kerk, 4 en 4 gezeten, in een eerbiedige houding hun gebeden met die des priesters verenigende, om den goddelijke zegen over de nieuwe school af te smeken. Na deze plechtige dienst gingen de kinderen vergezeld van hun meesteressen processiesgewijze naar het nieuwe schoollokaal, waar het ontbijt door de juffrouwen van de school goedgunstig werd aangeboden. Een weinig tijds hierna begaf de heer pastoor zich naar het nieuwe schoollokaal, ter bijwoning van dit kinderfeest. Van het plein tot aan de deur van het lokaal stonden de kinderen in 2 rijen geschaard. 4 arme meisjes strooiden bloemen voor de voeten van de geestelijke, tot hij op de bereide plaats was aangekomen en werd toegesproken. Zeer eerwaarde heer pastoor, edelmoedig stichter van deze school. Geen dag kenmerkt zich door meer grootse en edel echt verhevene schoonheid dan die waarop de armen een feest vieren welke edele en godsdienstige menslievendheid hun bereiden. Mogen deze kinderen, wier leiding gij zo liefderijk op u hebt genomen, aan uw edele pogingen voldoen. Mogen zij, door uw liefdehand geleid, onder uw zorg opgegroeid, eenmaal nuttige leden der maatschappij zijn. Na afloop zongen de kinderen liedjes, boden zij de pastoor een kostbare tas koffie aan en kregen ze gebak. Om 4 uur begon het middagmaal, rijstebrei aangeboden door de Tilburgse fabrikant F.J. van Doren. En dat geschiedde met open deuren, let wel, het was november, zodat het groot aantal toeschouwers dat van alle klassen van de Tilburgse maatschappij was aangestroomd van het schouwspel kon genieten. Nou, de pastoor in kwestie was Johannes Zwijsen, die in 1853 de eerste aartsbisschop van Nederland zou worden, maar in 1832 net was benoemd tot pastoor van de Tilburgse parochie Het Heike. Vandaag staan de 2 onderwijscongregaties die hij in Tilburg stichtte centraal. Bij zijn aanstelling constateerde Zwijsen namelijk dat de onderwijssituatie onder de arme bevolking van Tilburg bijzonder ongunstig was. Er waren slechts 2 openbare scholen voor jongens en meisjes gemengd en nog geen 40% van de Tilburgse kinderen bezochten die school. Armoedeonderwijs was geen prioriteit van de gemeente en was bovendien erg duur. Dus het beetje onderwijs dat er was, was slecht van inhoud in hele grote groepen en in enorm slecht onderhouden gebouwen. En toen de pastoor een rondje maakte langs de kinderen die in aanmerking kwamen voor de eerste communie, dat was destijds rond de jaar of 12, konden de meesten nog ineens een kruisje slaan. Nou ja, dat was natuurlijk een doorn in zijn oog en hij begon meteen met de oprichting van een schooltje waar arme meisjes onderricht ontvingen en nuttige handwerken leerden. Daarvoor stichtte hij ook de congregaties van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, in de volksmond ook wel de Zusters van Liefde uit Tilburg, want je hebt ook een groep uit Schijndel. Nou, de strikte seksenscheiding was hem ook een doorn in het oog en was ook de aanleiding, of ja, dat was ook iets wat hij voorstond, en dat was ook de aanleiding van de eerste katholieke armschool voor jongens. De eerste jaren hadden de Zusters van Liefde namelijk naast meisjes ook enkele weesjongens verzorgd, maar zij wilden van die zorg af toen die jongens groter werden en dat werd bovendien ook als ongepast gezien. Nou, Zwijsen gebruikte de erfenis van een onlangs overleden zuster voor de oprichting van een fraterhuis en in 1844 werd ook de congregatie van de Fraters van Tilburg opgericht. Een van de eerste leden werd direct naar de normaalschool, dus de onderwijsersopleiding in Rolduc bij Kerkrade gestuurd. En in 1845 namen de Fraters de zorg van de weesjongens definitief over en begonnen zij ook met de drukkerij, bekend geworden als de drukkerij van het RK Jongensweeshuis. Een belangrijke bron van inkomsten en een belangrijke factor in de invloedrijke lesmethodes waarin de Fraters met name in de 20e eeuw grote faam verwierven in Nederland. Nou, dat deze scholen in een grote behoefte voorzagen, bleek wel uit het feit dat die eerste school van de Fraters na enkele maanden al meer dan 260 leerlingen had. En de Fraters van Tilburg zullen uiteindelijk uitgroeien tot de grootste Nederlandse broederscongregatie en de Zusters van Liefde zelfs tot het grootste Nederlandse instituut. En in deze lezing ga ik aan de hand van deze 2 congregaties stilstaan bij een aantal kenmerkende zaken van het onderwijs aan arme kinderen in de breedste zin van het woord door Nederlandse religieuzen. En deels werd dat al geïllustreerd door de anekdote van net uit de kroniek. Enerzijds wil ik stilstaan bij hoe ontzettend succesvol die congregaties zijn geweest in het ontwaren van noden in de samenleving, het zien wat de behoeftes waren onder het volk, en dat ze ook zagen waar de overheid of het openbaar onderwijs het liet liggen. En daar sprongen ze altijd in en dat wisten ze ook altijd heel succesvol particulier te financieren. Anderzijds wil ik ook stilstaan bij de rigide standenopvatting die het arme onderwijs lange tijd domineerde. De verheerlijking van de gelukzalig, nederig ontvangende armen, die vooral de pastoor maar op blote knietjes moest bedanken voor hetgeen zij of zij mocht ontvangen.
Dat arme onderwijs was bovendien niet gericht op sociale mobiliteit, althans lange tijd niet. Men moest in de eerste plaats een nuttige bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. En anderzijds moest ook de kinderziel veiliggesteld worden. Dus mensen moesten in de eerste plaats aan de kerk komen. Goed, even kort wat voorgeschiedenis, want eigenlijk is het volksonderwijs in de kerk is van oudsher met elkaar verbonden. Door het vierde concilie van Lateranen, dat was in 1212, werd namelijk al besloten dat elke parochiekerk ook een school moest oprichten. Want een volwaardig lid van de kerk moest iets weten van de geloofsleer, de moraal en de sacramenten. Het concilie van Trent in 1653 bevestigde dit besluit, mede als instrument tegen de reformatie. Tegelijkertijd zie je dat dat onderwijs in de middeleeuwen, dat was echt vooral voor kinderen uit een goede stand. Voornamelijk was dat gericht op kinderen die zelf later zouden intreden of echt een hoge bestuurlijke functie zouden krijgen. Ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden was dat onderwijs vooral particulier. Dus dat was vooral een zaak van de ouders. Nou, dat veranderde met de komst van de Bataafse Republiek, dat was in 1796... En daarmee kwam eigenlijk een einde aan de bevoorrechte positie van de Calvinisten. En in plaats daarvan kwam er ruimte voor onderwijs van een algemeen christelijk karakter. De eerste grondwet van deze republiek stelde zelfs een evenredige verdeling van de gebouwen, de grond en de fondsen tussen de verschillende gezinten voor. En de katholieken konden nu langzaamaan weer een beetje meer in de openbaarheid gaan treden. Belangrijk ook bij die Bataafse Republiek is dat dit eigenlijk de eerste eenheidsstaat in Nederland is. En daarmee wordt onderwijs ook een zaak van de nationale regering. En dat is een belangrijk verschil. Dat zie je ook goed terug in als 1801 de eerste onderwijswet wordt uitgevaardigd. Daar zijn nationale scholen, gaat het om, onafhankelijk van de kerken en bekostigd door de staat. Die scholen waren daarmee ook in theorie gericht op het hele volk, want het ging om de vorming van de toekomstige burger. Het doel van die lagere school was dan ook vooral het leren van de taal, want taal is het instrument van nationale eenheid. Lezen, schrijven, rekenen, algemene godsdienstige begrippen en algemene staatsregelingen. Nou, die wet hield niet zo lang stand, want de Bataafse Republiek hield niet zo lang stand. En die werd eigenlijk vrij snel vervangen door het Koninkrijk Holland onder leiding van Lodewijk Napoleon. En daarmee kwam ook een nieuwe onderwijswet in 1806. En die heeft heel lang stand gehouden, namelijk tot 1857. En nou ja, twee belangrijke dingen zijn daarbij, hebben daarmee te maken. Enerzijds dat het onderwijs wordt vastgelegd in standen, zowel in verschillende scholen als binnen een school kreeg je verschillende klassen, hoe verder een leerling gevorderd was. En anderzijds komt hier het onderwijs tussen openbare en bijzondere scholen voor het eerst naar voren. Dus openbare scholen waren bekostigd door de staat. Daarnaast mocht men ook bijzondere scholen stichten. Die stonden ook onder staatstoezicht, dus dat is belangrijk. Maar die moesten wel het zelf financieren. Dus hier is eigenlijk de kiem voor de schoolstrijd gelegd. Tegelijkertijd zie je ook bij dit onderwijs, het is nog steeds heel erg gevoed door dat verlichtingsdenken. Het is echt een burgerlijk beschavingsoffensief. Opvoeden tot deugdzaamheid, tot orde, gehoorzaamheid vooral. Dus ook hier, dat was niet gericht op sociale mobiliteit. Lagere klassen hoefden niet verheven te worden uit hun ellendige staat, maar dat moesten ze wel, maar niet uit hun stand. Dat is belangrijk. Dus het vooral bevorderen van maatschappelijke stabiliteit. Nou, ondanks deze wetgeving was in het begin van de 19e eeuw was het grootste deel van de bevolking in Nederland, met name de ongeschoolde handarbeiders en de vrouwen, was nog ongeletterd. Brabant en Limburg telden de grootste aantallen mensen die niet konden lezen en schrijven. En de Hollanders meenden ten onrechte dat zowat iedereen in deze provincies analfabeet was. Wat ook iets zegt over de verhoudingen van boven en beneden de rivieren en tussen protestant en katholiek. Nou, in Tilburg met name waren er twee redenen voor de armoede en voor de gespannen verhouding tussen staat en stad in deze periode. Enerzijds de textielindustrie en anderzijds de Belgische afscheiding. Nou, Tilburg kende aan het begin van de 19e eeuw zo'n 10.000 inwoners. En dat nam eigenlijk in de eerste decennia ook nauwelijks toe, want er was een kindersterfte van ruim 30%. Dat zegt ook al iets over de armoede natuurlijk. Er was eigenlijk nauwelijks dus, de bevolking nam niet toe, maar ook voor gezinnen zelf was er te weinig nageslacht om geld te kunnen verdienen. Nou, het grootste deel van de inwoners was werkzaam in de textielindustrie en juist die kreeg rond 1830 te maken met grote concurrentie uit Engeland. Daar had de industriële revolutie wat eerder plaatsgevonden. En daar was dus inmiddels massale machinale verwerking van die textiel. Nou, de Tilburgse bedrijven moesten die concurrentie ofwel sluiten, ofwel zelf ook over op die machinale productie, waardoor er ook minder arbeidskrachten nodig waren.
Dus rond 1840 zie je in Tilburg enorme werkloosheid en een loondaling van ongeveer 20%. Vanuit de overheid was er in deze tijd nog helemaal geen sprake van systematische armoedebestrijding, want er heerste een algemene aanvaarding van dat klassenverschil. God heeft de klasse gewild, het volk hield zichzelf arm en dom en diende vooral ook te beseffen dat de gegoede burgerij zijn bezit had vergaard door een Nederlandse mentaliteit van hard werken, deugdzaam te leven en te sparen. Nou ja, misverstand dat ook vandaag de dag nog wel wijdverbreid is, hè, dat mensen hun fortuin of onfortuin vooral aan zichzelf te danken hadden. Nou, tegelijkertijd speelden de Belgische afscheiding in die jaren. En de Brabantse bevolking was, niet verrassend, misschien niet erg regeringsgezind. En Willem I was erg op zijn hoede als het op Brabant aankwam. Vooral in Belgisch gezinde plekken als Eindhoven en Tilburg. Hij liet er veel militairen legeren en verdubbelde het aantal politiecommissarissen. Nou, die soldaten werden bovendien ingekwartierd bij burgers, want er waren helemaal geen kazernes in dit deel van het land. Dus in Tilburg alleen werden er 700 soldaten ingekwartierd. En nou, op een bevolking van 10.000 mensen kun je wel bedenken dat bijna elk gezin kreeg met die inkwartiering te maken. En dat zorgde ook voor grote sociale en morele problemen. Nou, in diezelfde tijd had die Belgische opstand bracht ook een voordeel voor Tilburg mee. Namelijk de aanwezigheid van kroonprins Willem. Die was tussen 1830 en 1839 heel veel in Tilburg te vinden. Vandaar ook dat de voetbalclub vandaag de dag nog steeds Willem II heet. Hij en zijn familie verbleven vaak in de woning van Zwijsen en daar bouwden ze ook een hechte band op. Dus hier zie je een plaatje, zo zagen de zusters dat voor zich. Zwijsen die met een wapperend soutien door de straten van het Heike loopt en Willem die soort opkijkt naar zijn leidsman. Hoewel Willem eigenlijk 2 jaar ouder was, maar zwaar. En Zwijsens contacten eigenlijk zowel met de staat als met de kroonprins plaveiden eigenlijk ook de weg voor zijn werkzaamheden. En vanaf de jaren 30, in die 19e eeuw, toen de regering dus werd afgeleid door die Belgische afscheiding en eigenlijk ook die katholieke gebiedsdelen van Nederland heel graag binnenboord wilde houden, werd het klimaat voor die congregaties en religieuze instellingen soepeler. Nou, in het begin van de 19e eeuw was het eigenlijk een beetje een tegenstrijdig beleid ten aanzien van kloosters. Enerzijds waren ze gewoon bij wet verboden, punt. Anderzijds werden ze toch wel getolereerd, omdat er een groot tekort was aan verplegend en onderwijzend personeel. Hun werkzaamheden moesten zij dus vaak noodgedwongen vermomd doen als firma of vennootschap. Want je had natuurlijk een rechtspersoonlijkheid nodig om gebouwen aan te kopen of geld te erven. En als religieuze stichting mocht dat niet. Bijvoorbeeld de Zusters van Liefde, die zijn officieel gesticht als de firma Verbund & Co. En Verbund was de een van de eerste zusters. Nou, omdat ook die eerste zusters desalniettemin heel gauw een habijt gingen dragen, was die vermomming dun. En in de praktijk wist eigenlijk iedereen wel dat er congregaties waren. Dat zorgde wel eens voor conflict. Zo had de protestantse burgemeester Nierstraats van Maastricht, die wist dat er zusters in zijn stad waren. En die had ook gehoord van mensen die zeiden, god, het lijkt alsof er een altaar in die school staat. Nou, die liet die zuster door de politie in de gaten houden. Maar die politiemannen die hadden eigenlijk geen bezwaar tegen het werk dat die zusters deden. En de baas van de politie zei eigenlijk, nou, als jullie nou toestemming regelen van de koning, dan kan ik een oogje toestaan. En dat lukte. In 1838 kregen de zusters onder de bogen in Maastricht voor het eerst officiële goedkeuring van de regering. En dat was eigenlijk het teken aan de wand dat de regering zich min of meer had neergelegd bij het bestaan van die onderwijscongregaties. Nou, in 1840 werd dat besluit door het allereerste koninklijk besluit van koning, inmiddels koning Willem II, bekrachtigd en kwam er eigenlijk een eind aan het verbod op religieuze instellingen. En met de grondwet van 1848 kwam er sowieso vrijheid van vereniging en werd er ook een politiek-ideologisch, die conflicten waren eigenlijk voorbij. En de overheid bleef weliswaar verantwoordelijkheid voor de inrichting en financiering van alleen het openbare onderwijs. Maar tegelijkertijd kregen burgers van Thorbecke het grondwettelijk recht om zonder overheidsinmenging bijzondere scholen te stichten. De ouders van die kinderen, de ouders van kinderen die ze naar een bijzondere school wilden sturen, dienden dat onderwijs wel zelf te financieren. Dus geheel comfort, Thorbecke's idee, liberale ideeën van vrij ondernemerschap en marktwerking in het onderwijs. Nou, dus dat onderwijswerk voor religieuzen, dat was eigenlijk in het begin van de 19e eeuw, moesten die al rekening houden met een heel brede sociale context. Want dat arme onderwijs, nou dat begon echt bij nul. Kinderen waren vaak slecht gekleed, onvoldoende gevoed en gewoon ziek. En je ziet ook bij het eerste reglement, met de handleiding voor de scholen,
uit 1845, daar staat ook: kinderen die niet waren ingeënt tegen de koepokken, kinderen die slecht waren gekleed of een besmettelijke ziekte hadden, mochten ook niet worden toegelaten tot die school. Om al die dingen te regelen was dus een behoorlijke financiering nodig. En de achtergrond van deze financiering is ook weer dat die 19e-eeuwse standenmaatschappij, waarin de rijken eigenlijk goed betaalden voor diensten als onderwijs, zorg, de middenklasse een beetje betaalde en de echt armen niet hoefden te betalen. Dat meeste geld van de onderwijscongregaties kwam eigenlijk ook van betalende leerlingen en donaties van rijke mensen. Dus veel congregaties konden kosteloos scholen voor arme kinderen beginnen, omdat zij bijvoorbeeld een Franse kostschool voor jonge juffrouwen daarnaast stichtten. Die betaalden veel kostgeld en daarmee betaalden ze de arme scholen. Hier zie je het voorbeeld van de Fraters van Tilburg, die deden dat ook. Die stichtte de Ruwenberg bij Sint Michielsgestel. En dat was een voormalig kasteel. En daarin kwam eigenlijk een pensionaat voor jongens uit de deftige stand. Dat kun je ook goed zien. We hebben mooie dasjes om, allemaal een duur instrument in de handen, leren schoentjes aan. En met dat geld financierden zij dan weer scholen, zoals hier de Sint-Jozefschool in Tilburg, de arme school van de Fraters van Tilburg. En hier zie je dan de leerlingen op de klompjes. Dus dat is ook een groot verschil. Ook een groot verschil, hier zie je slechts één enkele broeder en daar een heleboel fraters. Goed. Tegelijkertijd een andere manier waarop zij die financiën onderbouwden, dat was omdat veel congregaties vestigden zich eigenlijk ook alleen op aanvraag in een parochie of wijk. Dus een parochie of wijk kwam naar een congregatie toe met: willen jullie bij ons een school stichten? En dat gaf het voordeel dat ze eigenlijk altijd verzekerd waren van de steun van rijke particulieren en van de lokale geestelijkheid. Dus veel pastoors bijvoorbeeld lieten alleen meisjes tot de communie toe als de ouders ze ook naar de lokale zusterschool stuurden. Nou, en die rijke particulieren die kochten bijvoorbeeld de gebouwen voor die congregaties. Vaak waren dat oude weduwen of vaak zelfs ongetrouwde vrouwen. Nou, ook die financiering, dat systeem, hield ook weer dat standensysteem natuurlijk in stand. Hè? Van de weeskinderen bijvoorbeeld van de Fraters van Tilburg, nou, die gingen werken in de drukkerij en niet naar de Franse les. En dat systeem dat bleef eigenlijk hun hele leven lang een rol spelen. Dus ter illustratie, de Zusters van Liefde hadden ook een bejaardentehuis in Amsterdam, waar natuurlijk een afdeling was voor de mannen en de heren en de vrouwen en de dames. Dus alles was zowel naar seks als naar stand gescheiden. Nou, dat gaat zover dat zelfs in Tilburg in 1866 ook een school wordt opgericht voor de meisjes uit de mindere burgerstand, dus net een trapje hoger dan die arme scholen. Die school begint en eindigt een half uur later dan de arme school, zodat die kinderen elkaar maar niet tegenkomen. En nou ja, dat standverschil dat zit ook eigenlijk een beetje ingebakken in die congregaties zelf. Dus hoewel die broedercongregaties bijvoorbeeld, bijna al die fraters van Tilburg kwamen ook uit Tilburg zelf, waren vaak afkomstig uit lagere en middenmilieus. Veel zustercongregaties daarentegen kwamen juist voor uit die lokale verenigingen van vrouwen die binnen een parochie of stad sociaal werk deden. Nou, dat waren vaak juist uit een gegoed milieu. Die brachten geld in, hadden een goede opvoeding, konden dus ook makkelijk hun onderwijsbevoegdheid halen. Maar die zusters hadden tegelijkertijd ook weer te maken met een ander standsverschil. En daarvoor wederom een anekdote uit de kroniek van de zusters. Moeder Stanislaus gaat rond 1850 vanuit Tilburg met 7 zusters op bezoek in Moergestel. Dan mag pastoor Zwijzen zegt hen voor vertrek: zorgt dat ge om 7 uur aan tafel bent. Nou, uiteindelijk duurt het afscheid nemen in Moergestel iets te lang. En de zusters die stappen eigenlijk, als de klok op 7 uur slaat, stappen ze net de binnenplaats van dat moederhuis binnen. Nou, ze haasten zich naar de refter en ze stappen daar om hooguit 7:01 naar binnen. En dan spreekt Zwijzen: ongehoorzame zusters, er is gezegd om 7 uur aan tafel te zijn. Als het had gedonderd en gebliksemd, dan nog had ge er moeten zijn. De zusters moeten voor straf 8 dagen het stilzwijgen bewaren. De chronista vermeldt: als het om opstandige zusters gaat, is Monseigneur vreselijk als de leeuw. Dus hier zie je, die zustercongregaties waren zelf natuurlijk een vorm van sociale mobiliteit. Hè, brachten vrouwen de mogelijkheid om vrij zelfstandig en autonoom zaken te regelen. Tegelijkertijd moesten die ook altijd beantwoorden aan de pastoor. Nou, en dat zie je eigenlijk ook, dat standenmaatschappij. Dat onderwijs voor armen, dat neemt heel brede vormen aan, zo ook voor blinden. Dat werd eigenlijk door de staat niet geregeld tot 1923, terwijl de zusters al in 1888 bijvoorbeeld het blindencongres in Keulen gaan bezoeken over het Brailleschrift leren en dus een blindenschool in Graven stichten, waar ook de fraters
een instituut hadden. En toch, ondanks al die dingen, zie je dat die school lange tijd in eerste plaats vooral is om de kinderen en de blinden van straat te houden. Je kan het ook wel zien aan deze foto. Hè. Er is weliswaar een pop neergezet om het een idee te geven van dat het hier om onderwijs gaat. Tegelijkertijd zie je achter in de zaal zitten ook de oudere vrouwen te handwerken. En die meisjes zijn toch ook voornamelijk aan het werk. En je kan het ook goed zien aan bijvoorbeeld de kweekscholen die door de broeders worden opgericht, of door de zusters worden opgericht, ook door de broeders, maar deze is van de zusters. Die zijn echt bedoeld voor meisjes uit de fatsoenlijke stand. En als daar niet genoeg van zijn, dan misschien van de fatsoenlijke kleine burgerstand. Maar dat zijn echt, je kan het hier ook zien, echt jonge dames. Dus dat was zeker niet weggelegd. Het worden opgenomen, die kweekscholen, dat was zeker niet weggelegd voor de armen. Nou, die kweekscholen die waren ook hard nodig, want dat onderwijs voor religieuzen dat breidde enorm snel uit in die tweede helft van de 19e eeuw. Zeker na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 zie je dat als de zusters 25 jaar bestaan, dan zijn er al 50 communiteiten en al 718 zusters. Nou, de aantrekkelijkheid van die religieuze scholen had te maken met wanneer een wijk of een schoolbestuurder in slaagde om een zuster of broedercongregatie te vinden voor het onderwijs, dan waren heel veel problemen opgelost. Ze hadden gemotiveerd personeel die tegen heel geringe kosten kon werken. Ze hadden continuïteit van personeelsvoorziening en een uitgebreid netwerk van donateurs. Tegelijkertijd zie je dat er vanuit overheidswegen wordt de personeelsvoorziening steeds lastiger door de toenemende controle op de kwaliteit van het onderwijs. En in 1878 krijg je de wet van Kapijnen. En dat houdt eigenlijk in dat onderwijzers steeds hogere actes moeten halen om echt daadwerkelijk les te mogen geven. En in eerste instantie is daar enorm veel protest over, zowel vanuit alle confessionele partijen. En bij de zustercongregaties worden de hele bidmarathons gehouden van meerdere dagen lang om die wet maar tegen te houden. Dat lukt uiteindelijk niet. Maar uiteindelijk zie je ook dat die wet zorgt voor een enorme professionaliseringsslag, juist bij dat onderwijs van die religieuzen, die daardoor steeds meer bekwame en hoogopgeleide docenten hadden. Nou, dat zorgt voor een enorme... Het effect van die uitbreiding zorgt eigenlijk dat vrijwel alle Brabantse meisjes naar bijzondere lage scholen gaan. En daar zie je dat aan het eind van de 19e eeuw gaan bijna al die meisjes inderdaad naar school. Dus dat is een belangrijk effect daarvan. En je ziet ook dat 44% van de docenten in dat bijzonder onderwijs is vrouw, ten opzichte van zeg 27% in het openbaar onderwijs. Nou, dat alles neemt eigenlijk pas nog een grotere vlucht als in 1717 ook de schoolstrijd in het voordeel van de confessionele partijen wordt beslecht. Dus vanaf dat moment wordt al het onderwijs door de overheid gefinancierd en werden de onderwijssalarissen, die dus de religieuzen voorheen niet kregen, een hele belangrijke bron van inkomsten voor die congregaties. Dus dat gebruiken ze onder andere om voor ouderen of zieke leden te onderhouden. Tegelijkertijd zie je ook dat ze allerlei nieuwe stichtingen beginnen waarvoor men nog geen subsidie kreeg. Zoals onderwijs voor kinderen die speciale aandacht nodig hadden, zoals met een verstandelijke of een lichamelijke beperking, of het onderwijs in de missie. En je ziet eigenlijk dat na die schoolstrijd, dus vanaf 1920, worden alle openbare basisscholen in Brabant en Limburg worden omgezet naar katholieke basisscholen. Dus in 1940 is het rooms-katholiek onderwijs bijna net zo groot als het heel openbaar onderwijs in Nederland. Nou, die nieuwe wetgeving, dus die nieuwe bron van inkomsten, die leidde vooral, zoals ik al zei, tot meer instellingen, maar niet tot verbetering van die arme schooltjes. En in diezelfde tijd komt er eigenlijk ook steeds meer kritiek, ook vanuit katholiek progressieve hoek, op dat standensysteem in die scholen. En ik heb een voorbeeld van journalist Louis Kuitenbrouwer, pseudoniem Albert Kuilen, die schreef in 1929 over het gebruik om het kerstkind te kleden. Tegen kerstmis worden 6 arme kinderen uitgezocht onder de bevolking van de arme school. Tegelijkertijd worden er in de rijke kinderenschool kleine gevoelige spreekbeurten gehouden, waarbij gewezen wordt op het feit dat er zoveel arme kinderen zijn die met kerstmis even arm zijn als anders. En dat het dus de plicht is van de beter bedeelde kinderen om die stakkers mede te delen in hun overvloed. Nou, diep onder de indruk gaan de kinderen naar huis, zowel niet beschaamd over hun wilde, dan zeker overtuigd van hun maatschappelijke uitverkiezing. Nu worden de kinderen en de ouders onder de kinderen en de ouders geld en kleren inzamelingen gehouden. U begrijpt hoe de kerststemming stijgt. Als er genoeg voorraad bijeen is gebracht, volgt de lang verwachte dag.
De 6 kleine proletariërs worden gewassen en in een lang hemd gestoken. Dan worden ze naar een klaslokaal geleid, bibberend door de niet verwarmde gangen. De kinderen der vroede burgerschap staan goed doorvoed en behoorlijk gekleed om de op zes stoelen gezeten schooiertjes. De zuster wijst hen erop hoe dankbaar zij moeten zijn dat zij voor de weldaden die deze rijke kindertjes aan hen verrichten. En als de kinderen volkomen in het cadeaugoed zijn gehezen, mogen zij de rijke kinderen bedanken met een hymne. Nou, Kuilers verhaal bekritiseert duidelijk de vernederende en ongelijkheidsbevestigende werking van dit publieke hulpvertoon en de cultivering van een soort afhankelijkheidsrelatie. Zusters en heel veel katholieken zouden die zienswijze pas 30 jaar later gaan delen, dus pas vanaf 1960. En je moet je ook goed beseffen dat we zitten nu in 1930, dan bestaat dat arme onderwijs dus al 100 jaar en is dat eigenlijk nauwelijks gewijzigd. Nou, maar je ziet dus dat eigenlijk dat nieuwe geld gaan de religieuzen vooral besteden aan nieuwe doelgroepen. Dus komen dag en uit, spreiden dat wel uit. Er komt dag- en avondonderwijs voor armen en de lagere middenklasse. Dus bijvoorbeeld landbouwonderwijs, huishoudonderwijs en het VGLO, dus het voortgezet lager onderwijs. Waar grote groepen katholieke meisjes een soort brug hebben naar een meer kansrijke toekomst. En op die scholen leerden zij hoe ze hun werk als dienstmeisje op kantoor, in de winkel of in het boerenbedrijf aan konden pakken. En hoe ze sociaal minder wenselijke werkplekken zoals het fabriek of het naaiatelier konden vermijden. En bovendien, en dat is hier heel belangrijk, kregen deze jonge vrouwen vaak de overtuiging mee dat meisjes ook voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs verdienden. En het waren vaak de moeders die naar de huishoudschool waren geweest die hun dochters dan weer aanmoedigden om het daar vooral niet bij te laten. Dus hier zie je wel inderdaad in de 20e eeuw echt een begin van sociale mobiliteit. En tegelijkertijd breiden ze ook het opvang en het onderwijs aan. Bijvoorbeeld schippers en woonwagenkinderen, verwaarloosde kinderen, bleekneusjes, gevluchte kinderen. Bijvoorbeeld Joodse kinderen of uit Oostenrijk-Hongarije. Kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen in de missiegebieden. Dat wordt enorm uitgebreid. Nou, je ziet ook dat in die kweekscholen, die worden steeds groter. Dus dit was in 1919. Dat was ook 19 meisjes die afstudeerden. Dit is in het eind van de jaren 1940 dus enorm uitgebreid en ook veel toegankelijker geworden. Er zijn niet meer alleen maar dames die daarheen mogen. Bovendien krijgen ze ook een lespakket wordt uitgebreid. Dus ze krijgen een fysisch en een botanisch kabinet. Ze krijgen een gymnastiekzaal, maar natuurlijk ook nog steeds een zaal voor het handwerken en sterke religieus onderricht. Nou, in 1969 werd de kweekschool omgezet in een pedagogische academie en in 1985 werd het de PABO zelfs. Nou, ook bij de fraters zie je eigenlijk dat die lesmethoden in de 20e eeuw pas echt steeds professioneler worden. Dus vooral voor het leesonderwijs hebben ze veel betekend. Dit is de katholieke variant van Aap Nood Mies, Aap Roos Zeef. En ook hier links ziet u frater Caesarius Mommers, bekend als de leesvader van Nederland. Die de methode veilig leren lezen ontwikkelde. Ik ken hem zelf als maanroosvis, maar veel mensen als boomroosvis. En je ziet de broeders, die schrijven de boekjes van Puk en Muk, die ontzettend populair zijn. En ook eigenlijk bedacht zijn voor de allerarmsten, want het zijn verhaaltjes vol avontuur, waar kinderen in een uitzichtloze situatie bij weg kunnen dromen. En ze richten tijdschriften op als de Engelbewaarder, waar de kinderen bekend raakten met normen en waarden van het Rijkse Roomse leven, maar ook tranentrekkende geschiedenissen lazen, zoals Jantje de kleine martelaar, die niets liever wil dan de heilige communie doen, maar dat van zijn dronken vader niet mag en na mishandeling sterft. Nou, dit blad ging in 1958 over in de tap toe, dat heb ik zelf ook nog gehad, dus dat geeft ook weer die continuïteit aan. En tegelijkertijd zie je dat ondanks al die vernieuwing en die professionalisering, dat pas na de oorlog die tijden echt veranderen. He, dat echt dan pas echt het verschil komt van mensen en kinderen vooral van de straat en in de kerk houden. Zoals hier wederom een voorbeeld van het Blindeninstituut, waarin blinden eigenlijk leerden manden te maken. Tot meer sociale mobiliteit en ook meer mogelijkheden, ook voor de allerarmsten. Ja, en dit vond ik een mooi voorbeeld. Eind jaren 50 treden de eerste blinde zusters toe tot de congregatie van de Zusters van Liefde. En die gaan zelf ook het braille onderwijs geven op de Wijnberg in Graven. Nou, in deze tijd gaan zusters aan de universiteit studeren, promoveren op pedagogische onderwerpen. Dus hier komt het echt in een stroomversnelling.
Maar na de jaren 60 neemt ook natuurlijk dat aantal religieuzen snel af. En het aantal scholen daarmee ook. En vandaag de dag is bijvoorbeeld de drukkerij van het RK Jongensziekenhuis is inmiddels uitgeverij Zwijze, naar Monseigneur Zwijze. En al 170 jaar de toonaangevende uitgever voor het basisonderwijs. Dus hun nalatenschap is nog heel goed merkbaar in dat basisonderwijs. Nou, conclusie. Dankzij het onderwijs van zusters, broeders en fraters zouden arme kinderen hun scholingsachterstand verkleinen en kinderen uit de middenklasse betere toekomstmogelijkheden krijgen. En tegenwoordig is het onderwijs in Brabant wordt tot een van de beste van Nederland en ook het grootste schoolbestuur, OMO, is nog steeds een rooms-katholiek Brabantse schoolbestuur. En ik denk zeker voor meisjes maakte de religieuze een enorm verschil. De onderwijszusters waren aan de ene kant dragers van culturele vooruitgang en brachten autonomie voor vrouwen. En tegelijkertijd waren zij ook gevormd door en doordrongen van de repressieve kanten van het kloostersysteem en de tweederangspositie van vrouwen in de kerk en ook in de maatschappij natuurlijk. Tegelijkertijd zie je dat de onderwijscongregaties die zorgen voor een lange continuïteit, constante toestroom van personeel, hebben een uitgebreid netwerk, hebben geavanceerde lesmethoden en investeren daar ook vanaf een gegeven moment in. En hebben vooral altijd oog voor nieuwe doelgroepen. Tegelijkertijd was het onderwijs aan armere jeugd niet gericht op sociale mobiliteit. Integendeel, het was erop gericht om een potentieel opstandige of disruptieve arme op te voeden. Tot een nette arme. Weliswaar arm, maar met voldoende kennis en morele ruggengraat om goed voor zichzelf en voor haar gezin te zorgen. Om godsdienstige plichten na te komen. En om zich in het verkeer met anderen bewust te zijn van zijn nederige plaats en het belang van maatschappelijke rust voor de staat. Dat onderwijs en de opvoeding voor armen diende een statisch doel. Dus het was sociaal werk, maar met een sterk ideologische achtergrond. Dankjewel. Jij bedankt, Marleen. Ik was nog een beetje aan het lezen. Dankjewel. Ontzettend interessant. Heel rijk aan informatie, jouw lezing. Even om te beginnen. Ik had hier genoteerd bleekneusjes. Ik ken dat woord helemaal niet. Ja, dat snap ik. Ja, bleekneusjes, dat waren eigenlijk de kinderen die opgroeiden in de steden. Daar waren vaak geen hygiënische omstandigheden. En die werden genoemd de bleekneusjes. Want die zorgden er gewoon voor dat zij niet zo gezond waren als bijvoorbeeld kinderen op het platteland. En je ziet dat eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw worden er steeds meer vakanties eigenlijk georganiseerd. Zodat de bleekneusjes uit de steden eigenlijk de kans krijgen om op het platteland te verblijven. Vaak in een instituut gerund door religieuzen. En daar konden ze bijvoorbeeld gezonde verse producten eten. Waren ze buiten in de open lucht. En dat is een markt waar ook een vorm van armoedebestrijding. De effecten van armoedebestrijding waar de religieuzen zich mee bezig gaan houden. Oké, dankjewel. Ik ben even aan het kijken naar een vraag uit de chat. Joy vraagt: was er ook standsverschil tussen congregaties? Je mocht alleen als jonge dame naar de kweekschool, mocht je wel als arme intreden bij de Zusters van Liefde. Sorry. Dus je mocht alleen als jonge dame naar de kweekschool, mocht je wel als arme intreden bij de Zusters van Liefde? Dat is de vraag. Ja. Goeie vraag. Dat gebeurde wel. Maar veel congregaties kennen eigenlijk wel intern ook een soort standenverschil. Dus bij veel zustercongregaties had je het verschil tussen sœurs en mères. En bij veel fratercongregaties waren vaak gemengd. Dus ook de fraters van Tilburg zijn begonnen als een gemengde congregatie. Waarbij je zowel paters had als fraters. Dat was ook bij veel missiecongregaties zo. Daar was het niet zo'n probleem. Want daar deden de priesters eigenlijk gewoon ander werk dan de broeders. Bij de fraters van Tilburg werd dat wel een probleem, omdat ze deden hetzelfde werk. Ze werden allebei opgeleid tot onderwijzer. Vaak kwam het ook voor dat er bijvoorbeeld een frater dan eigenlijk hoger stond dan een pater. En dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Dus je ziet ook dat in 1916, wordt bijvoorbeeld bij de fraters van Tilburg, wordt dat ook gescheiden. Alle paters moeten op dat moment uit de congregatie vertrekken, omdat dat niet houdbaar was, dat systeem. Oké. Dankjewel. We gaan de overige vragen komen straks aan bod. En dan gaan we nu door naar de volgende spreker. Ralf gaat ons vertellen over het initiatief Quiet in Tilburg. Hoe zij zich inzetten voor de medeburgers. Ralf, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Voordat ik mijn
lezing begin. Ik wil deze lezing eigenlijk opdragen aan een collega van mij. Ik had vanochtend slecht nieuws. Want Jeroen Peters, die bij mij in de wijk werkt, is helaas op 47-jarige leeftijd overleden. En Jeroen had een hart voor de mensen in de wijk. En toen ik hierheen reed, dacht ik, er is maar één ding dat ik hem een heel klein beetje kan eren, dat ik deze lezing aan hem opdraag. Jeroen, ga je goed. De tweedeling in onze samenleving wordt alleen maar groter. De tweedeling tussen arm en rijk, de tweedeling tussen gezond en ongezond, de tweedeling tussen werk hebben of door flex werkloos zijn, de tweedeling tussen mensen die schuldenvrij zijn of een hele berg schulden met zich meedragen, tussen meedoen en thuiszitten, tussen kansrijk zijn en kansarm, de tweedeling tussen burgerkrachtig, veel burgerkracht aan de dag leggen of burgerarmoedig zijn. Misschien is het wel de tweedeling tussen mogen en moeten. En als je het helemaal samenvat, is het misschien de tweedeling tussen leven en overleven. Eigenlijk is het geen tweedeling, het is een veeldeling. Mijn naam is Ralf Embrecht. Ik ben vandaag hier met wat verschillende petten op. Ik werk in de armste wijken van Tilburg. Daar ben ik directeur van de MOM, een samenwerking tussen woningcorporaties, welzijn en zorgorganisaties. En daar mag ik vanuit de positie van wat de een de huurder noemt, de ander de bewoner, de ander de cliënt, de patiënt. Ik noem het allemaal Tilburgers. Ik mag vanuit die positie denken en slimme oplossingen verzinnen om kwetsbare mensen weer kansen te geven. Een van de mooiste banen van de stad. En ik doe dat met heel veel mensen, waaronder zo net Jeroen noemde, in de wijk in Tilburg. Ik ben ook de medeoprichter van Quiet en Quiet 500. En daar zal ik jullie vandaag ook wat over vertellen. Het eerste deel gaat een beetje over het verhaal van wat ik zie dat armoede met mensen doen. Dan kom ik kort daartussen even met wat tips wat je er zelf aan kunt doen. Ik blijf leraar van huis uit. En het laatste stukje neem ik jullie mee met wat we met Quiet en de Quiet Beweging doen. In Tilburg, 1 op de 8 gezinnen op dit moment heeft last van armoede. En dat wordt alleen nog maar meer. De huidige crisis draagt daar nog aan bij. Dus 1 op de 8 gezinnen heeft financiële problemen, maar kan daar ook allerlei normale dingen die wij normaal vinden in sociaal verkeer niet meer in doen. En dat wordt me heel vaak gevraagd van Ralf, wat is nou jouw definitie van armoede? Nou, dan kun je naar het Nibud bellen, dan kun je naar het SCP bellen en dan krijg je een percentage van zoveel procent van de bijstandsnorm en iedere 2-3 jaar verandert dat. Daar ben ik niet van. In de 25 jaar dat ik mag werken heb ik eigenlijk zelf een definitie gemaakt. Armoede is voor mij een tekort aan geld en een tekort aan meedoen. En de combinatie daarvan, dat is een fatale combinatie. Dus kom mij niet aan met, is dat 700 euro, 800 euro, 900 euro. Zeker de laatste financiële crisis heeft ons geleerd dat sommige mensen die nog wel een huis hadden, maar geen baan, dat huis niet kunnen opeten. Nou, die kunnen net zo arm en net zo belemmerd zijn als mensen die misschien een laag inkomen of een uitkering hebben. Wat doet armoede met je? Het is bewezen, het SCP heeft een rapport overgebracht, dat je als je in armoede leeft in de wijk, leef je 7 jaar korter. En heb je 20 jaar meer ellende. Toen ik dit de eerste keer hoorde, toen liep ik door de wijk. En toen vertelde ik dat aan een vrouw in de wijk. Ik zeg, ja, wat gek, 7 jaar korter leven. Jij kunt toch naar dezelfde dokter als ik. En de dokter zit in het basispakket. Nou, zo daar zei. Toen zei ze tegen mij, ja, maar Ralf, ik ga soms niet naar de dokter. Omdat ik bang ben voor het vervolg. Ik ga soms niet naar de tandarts, omdat ik bang ben dat ik daarna naar een grotere reparatie krijg aan mijn tanden. Dus mensen in dit land, die mijden de zorg op financiële redenen. Nou ja, als je dat maar opstaat. En natuurlijk helpt de stress en alle ellende eromheen je ook niet aan een langer leven. Daar komen we zo meteen ook nog op terug. 7 jaar korter leven, 20 jaar meer ellende. Dus je hebt 20 veel minder leuke jaren. Wat ook naar behoren komt, is dat mensen heel lang wachten met hulpvraag. Struisvogel. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat mensen hulp vragen.
Het gekke is, nu met de COVID-crisis krijgen we nieuwe corona-armen. En ook daar zien we helaas aan de loketten in mijn stad, is het nog niet druk. Mensen schromen om hulp te vragen, kennen de weg niet en denken heel vaak, ah, het waait wel over. En wat zien we? Als mensen dan wel hulp vragen, is die schuld opgelopen tot 43.000 euro gemiddeld. Dit is wat er gebeurt als je in de ellende komt. Dus misschien al één kleine tip. Heb je mensen in je omgeving? Zorg, er zijn genoeg loketten op dit moment beschikbaar. Mensen die daar kunnen naar kijken, vraag op tijd hulp. Want al deze schulden zijn begonnen met 100 euro. Armoede heeft invloed op drie dingen. Op je hoofd, op je hart en op je handelen. Als je last hebt van financiële stress, dan maak je je hersenen minder verbindingen aan en dan zakt je IQ met 10 tot 15 punten. Dat is wetenschappelijk bewezen, uit de hersenwetenschap. Dus eigenlijk ga je nog stommere dingen doen. En dat geldt ook voor mensen die het goed hebben. Als mijn bazen tegen mij zouden zeggen, Ralf, we weten nog niet of we jou eind van de maand betalen. Dan heb ik gelukkig een spaarpotje. Maar daar ga ik wel 's nachts van zitten malen. En aan stress kun je je niet krabben. En dan sta ik minder leuk op, minder fit op. En dan ben ik niet meer een leuke vader naar mijn kinderen. En dan ga je in een verkeerde versie van jezelf. Je hebt minder controle en je kunt moeilijkere beslissingen nemen. Invloed op je hoofd. Je voelt je ongelukkiger. Als jij gestudeerd hebt, werk hebt gehad, je bent ontslagen, of je bedrijf gaat failliet, of je verliest je werk, om wat voor reden dan ook. Ja, daarvoor, de meeste mensen willen iets bijdragen aan de samenleving. En als je op de zijkant wordt gezet, voelt dat gewoon ongelukkig. Dus je kunt lastiger focussen en je bent geestelijk minder stabiel. Ik denk dat dat wel voor zich spreekt. Nou, de laatste, het handelen. Uiteindelijk slaat het je lam. Slaat het je lam om overal de hulp te vragen en voor zich te vragen, oh, kan ik dit, kan ik dat, kan ik dat. Dat komt minder uit je. In het begin, als mensen werkloos zijn, zijn ze nog heel fit om te zeggen, ik ga solliciteren. Maar als je na 20 sollicitaties nog steeds niet uitgenodigd bent voor een gesprek, soms nog niet eens een ontvangstbevestiging hebt gekregen, dan word je op een gegeven moment wel moe. En dat zie ik bij mensen in de wijk, dat je dan op een gegeven moment die teneur omlaag gaat, naar die verkeerde versie van jezelf. Wat ook niet zo vaak in de cijfers komt, is dat 75% van de mensen die in armoede opgroeit, vrouw zijn. Je ziet in de wijken heel veel alleenstaande moeders die zichzelf vaak wegcijferen, dat ze zorgen dat hun kinderen wel met de goede kleren naar school gaan, omdat ze dan niet gepest worden. Dat ze toch proberen zichzelf weg te cijferen, dat moeders zeggen van, hé, dan kan mijn kind wel nog naar de sportclub of dat soort dingen. Ik hoor dat heel vaak in de wijk. En het is toch vaak heel traditioneel bij de eenoudergezinnen dat de moeder de kinderen toegewezen kreeg. En eerst zagen we dat misschien wel in de Nederlandse gezinnen, maar je ziet dat nu ook in gezinnen van nieuwe Nederlanders, waar inmiddels scheiden ook niet meer taboe is. Dus ook daar zie je dit in doorcijfers. Nou, armoede en kinderen, dat is iets wat je niet kan velen. Kinderen kunnen er niks aan doen dat hun ouders stomme beslissingen nemen. Of dat hun ouders ontslagen worden of ziek worden. Dus eigenlijk is het zo oneerlijk. En wat ook wel ons geleerd heeft, is dat als je in armoede, als je dingen in je jeugd mist, moet je in je later leven twee keer zo hard bijpassen. Dus eigenlijk is dat heel knap, dat kinderen die opgegroeid zijn in armoede situaties toch uiteindelijk succesvol worden. Dan hebben ze twee keer zo hard moeten lopen. En de actualiteit van dit thema is niet alleen vandaag. Vandaag was de commissie bij elkaar over de toeslagen. En die laat maar zien hoe dit land in regeltjes en zegeltjes slecht georganiseerd wordt. Maar ook de serie Klassen staat nu iedere maandag op de NPO. En daar laat je ook zien dat het maakt wat uit in welke wijk je opgroeit waar je school staat. En welk schooladvies krijg je. En je merkt dat kinderen uit achterstandgezinnen gemiddeld een lager schooladvies krijgen. Laten we maar gewoon naar het VMBO gaan. Kijk vooral die serie of kijk hem terug tegen de tijd dat jullie dit kijken. ZZP'ers. Ongeveer iedereen op een ladder tegenwoordig is een ZZP'er. Heel veel mensen beginnen een eigen bedrijfje, een klusbedrijf. De bouw gelukkig draait nog goed in dit land. Maar denken er niet na dat ze ook hun arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren. Denken ze er niet na dat ze ook hun werkeloosheid of andere zaken, hun pensioen moeten regelen. Ik zie best veel jonge gasten, ze leasen een bus. Ralf, ik ben nou klusser. En ik ga klussen. En dan hebben ze een eerste omzet, 5.000 euro. Oh, 5,
Ik zeg, hou je daar wel de helft van apart? Hoezo? Ja, maar je hebt nodig voor je pensioen. Oh nee, maar ik moet weer gereedschap kopen. Maar oh wee, als je van die ladder afvalt. Oh wee, als je een ongeluk krijgt. En in de bouw zijn veel ZZP'ers. Maar ik zie tegenwoordig ook thuishulpen. Voor €21,95 staan die op de ladder. De alfahulpen die in de vorige crisis allemaal ZZP'er zijn geworden. ZZP'er is prima als je consultant bent of in de reclamewereld en een uurtarief hebt van €150 per uur. Maar ZZP'er is inmiddels een... We zijn het land in de wereld met de meeste ZZP'ers en is eigenlijk een soort verflexing van de arbeidsmarkt. Het is niet de goede kant op. Je ziet, gelukkig wordt het ook wel eens gecorrigeerd. PostNL, alle pakketjes die wij nu in deze dagen allemaal tot jullie laten komen, die waren ook allemaal ZZP'ers. Die zijn weer terug in dienst moeten genomen. Want dat was gewoon een verkapt dienstformat. Gelukkig zijn er correcties. 10-30% van de mensen is laag geletterd en laag gecijferd. Als je dit ziet, denk je, hé, 5 naar rijkste land ter wereld, hoge, goede scholen. En toch zijn er, en ook heel veel mensen denken dat het nieuwe Nederlanders zijn, maar ook heel veel Nederlanders die hier geboren zijn, die gewoon op hun werk of in hun dagelijks leven niet met taal en niet met computers te maken hebben. En we maken het ook met z'n allen ook best ingewikkeld. U moet zelf maar eens kijken hoeveel mailbox u moet bijhouden. Mijn belastingdienst.nl, mijn cz.nl, mijn hutseflutse.nl. En je moet het allemaal wel uit elkaar houden. En owee als je ergens een vinkje verkeerd zet. Nou, de toeslagencrisis is daar een gevolg van. Werkende armen. Er zijn heel veel mensen met flexibele nulurencontracten, flexcontracten. Ook zoiets, een erfenis uit het vorige kabinet. En die worden vaak voor een paar maanden weer eruit gezet, omdat ze dan geen vast contract moeten krijgen. Ja, zo raar is onze arbeidswetgeving, om het maar voor werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je ziet heel veel mensen die wel werk, geen werk, wel werk. Nou, probeer hier maar eens een gezin, een huis en dat soort dingen op te bouwen. Nou, de corona-armen, nieuwe soort in het assortiment, dat zijn mensen die een half jaar, drie kwart jaar geleden het woord armoede nog niet eens van dichtbij kenden. Mensen die in de cultuur werken, mensen die in de horeca werken, mensen in de evenementenbranche. Die zijn misschien wel pijlsnel arm geworden en hebben soms ook weinig vet op de botten. Het voordeel is dat mensen wel vaak werkfit zijn. Dus nogmaals een oproep, vraag iemand in je omgeving om even mee te kijken in je huishoudboekje en ga de hulp vragen. Gelukkig zijn er veel keer. Maar mensen weten vaak de weg niet te vinden. Dit wordt misschien wel in het eerste kwartaal van volgend jaar, 2021, nog wel een grote stroom. 50-plussers. Als je een 5 in je leeftijd hebt en je solliciteert, is het toch verdomd lastig om aan een baan te komen. Dus in de vorige crisis hebben heel veel 50-plussers hun baan verloren. Die dachten, als het eigenlijk weer opveert het land, dan kom ik wel aan een baan. En dat valt toch vies tegen, dat ze dan via de bijstand naar hun pensioen sudderen. Als je dan in de schulden hebt, hebben we gelukkig in dit land een heel groot systeem van schuldhulpverlening. Maar er zijn 1,4 miljoen mensen die last hebben van risicovolle schulden. En toch gaat maar ongeveer 1/7 hulp vragen. Nou, om allerlei redenen gaan mensen niet naar die bureaus toe. Omdat ze denken mijn geld wordt afgepakt of wat dan ook. Nogmaals, er zijn iedere stad en zeker in Brabant hebben we hele goede organisaties daarvoor. Het is niet altijd even leuk, maar er zitten enkel wat kundige mensen die daar je kunnen helpen. Als je in die schuldhulp zit, dan is het ook soms wel eens een moeras. Dan duurt het maar en duurt het maar eerder uitkomt. Het is geen feest om in een regeling te zitten en een paar jaar af te betalen aan je schulden. Nou, het gekke is, de overheid zorgt voor een zachte hand, de hulphand. Maar de overheid is ook dezelfde met die blauwe envelop die de oorzaak is van die schulden. Kijk naar de toeslagenaffaire vandaag in het nieuws. 90% van de schuldeisers is het overheid zelf. De Belastingdienst, de studentenstudiefinanciering, het CIB, die fijne enveloppen die je wel eens krijgt uit Leeuwarden. 90% is de overheid zelf. En die is altijd preferent. Dus die is altijd als eerste aan de beurt. Nou, we doen ook altijd even de bingo. Dit is de bingo die een bijstandsmoeder met 2 kinderen moet invullen om haar recht te halen. Dit zijn, ik zal ze vast voor u tellen, 23 regelingen. Dus eigenlijk moet je er wel wat doorgeleerd hebben. Wil je aan de onderkant van de samenleving, als je het laagste van het laagste hebt, 23 regelingen invullen. Ik kom hier straks nog op terug.
Ik had dit lijstje trouwens van het ministerie zelf gekregen. En inmiddels staan ook bij die regelingen ook al inmiddels de goede doelen. De Voedselbank, Stichting Leergeld, dat soort zaken. Nou, eigenlijk hebben we geen stelsel van sociale zekerheid, maar een stelsel van onzekerheid. Nou, er zijn heel veel kastjes in dit land en er zijn nog meer muren. En mensen worden ook wel een beetje moe van hun hand telkens ophouden. Telkens lief vragen, mag ik alsjeblieft, mag ik alsjeblieft. Dus dat hoor ik ook terug in mijn wijk. Nou, helaas, de verse armoede neemt toe en de langdurige armoede neemt ook toe. Ik heb het even niet leuker op dit moment. Nou, ik ga even kantelen in mijn verhaal, want ik wil u toch vanmiddag nog een beetje positief heen zenden. Om nog even in de geestelijke sfeer te doen. Ik merk dat we eigenlijk een beetje doorgeslagen zijn in een ikke-ikke-ikke-samenleving, in een mij-samenleving. En ik zou zo graag daar weer een wij-samenleving van maken. Nou, Quiet is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn nog veel meer mooie voorbeelden. Ook misschien zelfs nu in deze crisistijd, die er zijn, dat de solidariteit tussen elkaar misschien wel weer wat vergroot. Nou, ik ging u toch nog wat tips geven wat je eraan kunt doen. En u ziet hier, en ik zou normaal aan de zaal vragen, welke brug is dit? Dit is een brug in Frankrijk, de brug van Milau. Dat is ongeveer 3 keer zo bommel aan elkaar. En eigenlijk zijn al die pijlers waar je een stabiel leven op baseert. En u ziet het wonen, inkomen, gezondheid. Wat doe je overdag? Je tijdsbesteding, je netwerk, je opleiding. En heb je plezier en heb je geluk? Nou, als één van die pijlers niet op orde is, dan krijg je, ja, als je de brug ziet, Italiaanse toestanden. Zo'n Genua-bruggetje. Dus je kunt iemand zijn inkomen wel omhoog halen, maar als de woonsituatie niet goed is, of als iemand verdomd ongelukkig is. Dus armoede is nooit alleen maar dat tekort aan geld. Armoede is altijd een soort multiplier, multiproblematiek, dat we dat hier op elkaar zien. Nou zet ik hem uit en nu weer aan. Wat kun je zelf doen? Nou, het makkelijkste is, ga eens een beetje uit van vertrouwen. Wij zijn een land eigenlijk van gestold wantrouwen met al die regeltjes en zegeltjes. Heel makkelijk. Als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug. Vertrouwen komt te voet. Oh, de animatie schiet er nu doorheen. En gaat te paard. ja, kijk. Het gekke is, als er dan weer één zo'n affaire is, en dat was vanochtend in het nieuws ook flink, dan is ja, de overheid deugt niet. Dus het is zo lastig om in die controlemaatschappij het vertrouwen te houden. Nou, ik zie hier dat mijn presentatie toch een beetje de weg tussen Tilburg en Den Bosch niet helemaal overleefd heeft, maar vitamine A van aandacht. Oprechte aandacht. Ben nou eens oprecht geïnteresseerd in de mens die tegenover je zit. Dat merk je, dat voel je. Nou, oordeel is een keer niet. Het is zo makkelijk, hè? Marleen zei het net ook al, heel vaak wordt er gezegd, och, eigen schuld, dikke bult. Soms is dat zo, maar dat weet degene die aan de andere kant zit ook wel. Dus dat hoef je niet nog eens te benaderen. Dus bekijk het eens van een andere kant. Dus oordeel, stel dat oordeel nou eens een keer uit. Nou, ook belangrijk, dat hebben wij in de wijk geleerd, verwijs niet door. Als ik hier zou zeggen, u moet naar bureau schuldhulpverlening op de spoorlaan, en je bent in de wijk, dan is voor mensen soms 100 kilometer. Dan kan ik beter zorgen dat die hele goede mensen naar de wijk toe komen. Dus wij in de wijk hebben een code dat wij niet doorverwijzen. Wij zorgen dat mensen bij het volgende loketje of bij de volgende deskundige aankomen. En tot die tijd, in ons de code, dan is die van jou. Dus ook al heb je er geen verstand van, jij bent degene die zorgt voor degene die de hulpvraag stelt. Nou, een inkoppertje. We zouden de boel hier eens flink op de schop moeten zetten. Een drastische verandering van de toeslagen, de belastingdienst en schuldhulpverlening. Nou, een financiële EHBO. Ook een idee. Op het moment dat je live events hebt, bijvoorbeeld inbreiding of uitbreiding, hè, scheiding of overlijden, dan verandert altijd je financiële situatie. Laat dan even door iemand kijken van, hey, heb ik recht op meer of heb ik recht op minder? Als er iemand bij je komt inwonen en je hebt een uitkering, dan gaat je uitkering omlaag. Dat hebben we in dit land zo afgesproken. Dus zorg bij dat soort live events, verhuizing, scheiding, nogmaals ook de vrolijke dingen. Heb je een kindje erbij, ga je ook kinderbijslag aanvragen. Dus zorg dat je dan zo'n financiële APK doet. Ik ga nog even kijken. Ja, één vaste betaaldag. Dat zou ook fijn zijn. We hebben in dit land, sommige mensen worden per week betaald, sommige per 4 weken, sommige per maand. Kunnen we nou niet afspreken, gewoon op de 23e,
krijg je je inkomen, ook werk je of uitkering. En op de 24e gaan alle andere dingen er vanaf. Huur, de Ziggo en de hele flikkerse boel er vanaf. Dus dat zou zo simpel te zijn, maar wij kunnen het niet in het land. Ik word langzaam een beetje boos, maar het is grappig om naar de camera boos te worden. We zouden ook kunnen afspreken dat we het minimumloon verhogen. Gelukkig inmiddels veel mensen die dit, het is begonnen met de vakbonden die dit onderschrijven. Maar hebben we nou zo'n fatsoenlijk minimumloon, 14 euro, dat helpt iedereen. Dat helpt de onderkant, dat helpt iedereen. Nou, bestaansvoorzekerheid garanderen, doe dat nou eens onvoorwaardelijk. Laten we nou eens tegen mensen zeggen, luister, helaas, u krijgt een uitkering in dit land. Proberen we u zo snel mogelijk uit te helpen. Maar we gaan niet meer twijfelen of we wel of niet die uitkering krijgen. Nou, ik ga naar Quiet. Want ik wil toch nog een beetje een leuke middag afronden. Dit is de Quiet 500. In 2012, 2013 kwam de Tilburgse schrijver Anton Doutzenberg. Hij woonde in Tilburg Noord naar mij toe. Hij zei, Ralf, ik zie armoede om mij heen. De overheid is van alles aan het doen om dat op te lossen. Maar dat lukt ze niet. Zullen we samen iets verzinnen om een appel te doen aan de mensen die rijk zijn in dit land? Anton, als hij iets agendeert, dan wil hij er ook altijd iets aan doen. Dus samen hebben we de eerste Quiet 500 gemaakt. Dit is, ik heb hem ook bij me, de tweede Quiet 500, 2016. En we hebben in onze netwerken mensen gevraagd om mee te doen. De beste journalisten, vormgevers, tekstschrijvers. En we hebben die Quiet ook verstuurd naar mensen in de Quote 500. Want dat was natuurlijk de knipoog. En als het goed is, heb ik nu een klein filmpje. Een glossy, een tijdschrift over armoede. Vandaag wordt het in Tilburg gelanceerd, niet toevallig op Wereldarmoededag. Een tijdschrift waarin arme mensen hun verhaal vertellen. Het is vanaf vandaag te koop en het heet de Quiet 500. De Quote 500, die kent u vast wel. De lijst met de 500 rijkste Nederlanders. Nou, deze week komt de tegenhanger daarvan uit. De Quiet 500. De Quiet 500 lijkt erg op de Quote 500. Dit is de Quote 500, je kent hem misschien wel. Het tijdschrift verschijnt één keer in het jaar en er staan alleen maar rijke mensen in. Heel wat anders dan de Quiet 500. Hierin staan alle mensen die het zwaar hebben, mensen die weinig geld hebben. En door zich te laten fotograferen, hebben ze de stille armoede een gezicht gegeven. Wat heeft u toen besluiten om mee te doen met de Quiet 500 en om ook jullie allebei trouwens je verhaal op nationale tv te vertellen? Want dat heeft een reden. Ja, uiteraard. Toen het mij gevraagd werd, heb ik eventjes een twijfeltje gehad. Zo van, moet dat nou wel doen, moet dat nou niet doen. Toen bedacht ik me op een gegeven moment, spreekwoordelijk, er is een spreekwoord. En daar heb ik dan een variant op gevonden. Er zijn vele wegen die naar armoede leiden. Rugebrecht had een goed betaalde baan in de bouw. Totdat de crisis uitbrak en hij op straat kwam te staan. Na 4 jaar WW belandde hij in de bijstand. Hij houdt er niet van met zijn armoede te koop te lopen. Maar besloot toch mee te doen met de Quiet. We hebben nu de kans, zeg maar, door het zo te doen, dus een keer de andere kant te laten zien. Want er zijn toch veel vooroordelen over armoede. Maar wat bedoelt u dan met de andere kant? Ik ben bijvoorbeeld aan de andere kant. Maar mij zou ik niet zeggen, zo 1, 2, 3, als ik zo op straat loop, dan zeg je niet van dat ze steun trekken of dat ze naar moet zaaien of wat dan ook. De Quiet is een parodie op de Quote 500. Alleen gaat de Quiet over arme mensen in Tilburg. Veel knipogen naar dure horloges, wijn, auto's. Vanavond kreeg staatssecretaris Kleinsma het eerste exemplaar van de Quiet 500 overhandigd. Stille armoede. Het geldt echt niet alleen maar voor mensen die helemaal aan de onderkant zitten. De Quiet 500 zal op de mat vallen van iedereen die in de Quote 500 slaat. De opbrengst van deze Quiet 500 gaat naar 2 goede doelen in Tilburg. De situatie uit 2013, wat we destijds teweeg brachten met de Quiet 500. En er wordt ook in verteld, we hebben die Quiet ook gestuurd naar de mensen in de Quote. En niet met een brief van jullie zijn slecht en wij zijn goed en dat is niet eerlijk. Nee, we hebben aan die mensen in de Quote 500 gevraagd van jullie hebben talenten. Jullie zijn succesvol, je bent ondernemer. Wil je die talenten eens inzetten voor zo'n schurend probleem als armoede? Kom eens met ons praten. En als je geen tijd hebt om te praten, mag je ook storten. Wij moesten een klein stichtingje doen, want wij deden dit allemaal als vrijwilliger. En we hebben die adressen achterhaald en die brieven gestuurd. En uiteindelijk hebben miljonairs uit de Quote 500 daarop gereageerd. Sommigen wouden een abonnement,
dachten dat hij iedere week, iedere maand kwam. Maar er kwamen ook miljonairs met ons praten. En een daarvan was meneer Lips, meneer Dirk Lips van de Beekse Bergen. En nog andere pretparken in onze provincie Nekkerwal, maar nog 24 in het land. En die vroeg, die kwam eigenlijk al met een plannetje. En dat was zo mooi. Die zei, wat kan ik met mijn talent, en dat is ontspanning, recreatie, wat kan ik doen voor jullie? Nou, normaal ben ik altijd iemand die veel praat en Doutzenberg kan er ook wat van. Maar toen hebben wij 2 uur ademloos naar meneer Lips geluisterd. En hij legde de wieg voor, zullen we een community bouwen? Een quiet community, waar we mensen die het goed hebben, verbinden aan mensen die het goed kunnen gebruiken, waar we ondernemers vragen met wat zou je kunnen doen. En zo gaandeweg zijn we dat gaan opstarten in Tilburg. En inmiddels zijn er 11 van deze communities in het land, maar daar kom ik dadelijk nog eens terug. Erik Ruggebrecht, een van goede vrienden inmiddels van mij, daar heb ik veel van deze lezingen gegeven. Je zag hem met een filmpje. Ja, hij voldoet niet aan het normale stigma van iemand in armoede. Aan hem zie je het niet. En hij heeft, door ambassadeur te worden bij ons, armoede een gezicht gegeven. Nou, we hebben ook in beide quiets, want in 2016 hebben we deze nog een keer gemaakt, hebben we de chique, luxe advertenties geparodieerd. Dus je ziet hier een voorbeeld ervan. Nou, Anton met zijn netwerk onder schrijvers heeft ook veel schrijvers uitgenodigd om hun talent aan ons te doneren. En je ziet hier Herman Koch, die toen een boek uit had, heeft toen zijn eerste hoofdstuk, wat ook over armoede gaat, gedoneerd. Dit is een advertentie die je natuurlijk vaak ziet met de auto. Hier staat voor de kleine letter, het is Audi, die gaat aan mijn neus voorbij. Het leuke was dat Audi mij belde en zei, meneer Embrechts, mogen wij deze voor op ons intranet en doet u maar 6 dozen quiets. Dus ze konden zelfs de parodie nog waarderen. Er zat ook een Quiet Kids in samenwerking. Het was wel leuk wat Marleen net zei. Gemaakt met uitgeverij Zwijze in onze eigen stad. Maar gemaakt door Wolfje de Weer. Dolfje Weer, Wolfje heeft eraan meegeholpen. Maar ook Frank van Pamel, onze stadsdichter. En Mees Kees en dat soort dingen. En dit was voor scholen te gebruiken om een lessenreeks te doen over armoede. Nou, ook daar zaten die advertenties in. En je ziet, we hadden een hele creatieve ploeg waar we die Quiet 500 mee gemaakt hebben. En dan krijg je dit soort verzinningen. Nou, dit zijn de handen van meneer Lips. Een interview, hij geeft maar weinig interviews waarin hij vertelt waarom hij oprecht geraakt was door de Quiet. En eigenlijk zei, ja, als ik misschien niet zo goed had opgelet in mijn leven, had het mij ook kunnen overkomen. Dat was zijn ding. Nou, je ziet hier nog een advertentie voor een zonnig vakantieoord, maar dan een achtertuin in Tilburg. En omdat Audi ons zo'n compliment gaf, hebben we die in beide quiets op de hak genomen. Ik wou die ook wel. Nou, die quiet communities. Nou, ik ben hier nu al bijna een half uur aan het vertellen. Dat doen wij graag. We geven armoede een gezicht. We laten mensen hun verhalen vertellen. En dan zie je toch heel vaak dat mensen kunnen er soms ook niks aan doen. En met alle wetenschap die ik u net al vertelde, laten wij zien wat armoede met mensen doet. Nou, het mooie is, we hebben die tweede V, dat is het verzachten. In Tilburg hebben we alle ondernemers gevraagd om iets waar ze goed in zijn te doneren. En dan doe ik dat even nog voor de COVID-crisis, want dat slaat ook bij onze sponsors er wel in. Maar ieder restaurant in Tilburg doneert een tafeltje uit eten per week of per maand, zoals het in het restaurant uitkomt. En het grappige is, bijvoorbeeld ook kappers. Ik zat zelf bij mijn eigen kapster in Hilvarenbeek, waar ik zelf woon, en had mij op tv gezien. En Brit zei tegen mij, Ralf, jij was bezig met de kwiet. En ondertussen was het, ja, toen zei ik tegen haar, ik zeg, maar Brit, ja, dat gaat over met arme mensen. En toen zei ik, stel nou dat hier iemand komt waar jij en ik van weten dat hij arm is. Ze liet me nog niet eens uitpraten en zei, Ralf, die verwerk ik nog extra, maar jou laat ik gewoon betalen. Want ze weet dat ik een goede baan heb bij Mom. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik, hé, wat goed. Ik vraag Britt om haar talent. Dat zet ze bijna oneindig in. Als ik haar om geld had gevraagd, had ze een stapeltje quiets gekocht. Maar had ze volgend jaar iets anders gekocht. En een ander goed doel gegeven. Maar vraag je mensen om hun talent, dan geven ze dat oneindig. Nou, dat is de basis van dat verzachten. In Tilburg doen inmiddels 400 ondernemers mee, maar hier in Den Bosch, waar dit opgenomen wordt, 300 ondernemers die het beste van hunzelf doneren aan Quiet. Nou, het laatste, en dat is hetgene waar mijn hart altijd het hardste van gaat kloppen, is mensen gaan elkaar versterken. Mensen ontmoeten elkaar, hoeven niks naar elkaar uit te leggen. Dat is die community-gedachte. Iedere quiet community houdt een inloop. En als ik eventjes tijd heb in mijn werk, piep ik daar even binnen. En dan heb je gesprekken
misschien wel voor een voorstelling met echte aandacht. Mensen die graag met elkaar spreken, maar die elkaar ook gaan helpen. Dus is er bijvoorbeeld iemand die, je zult hem dadelijk in het filmpje zien, die vroeger een klussenbedrijf heeft wat failliet gegaan is. Maar die helpt mensen weer om een woonkamer iets op te fleuren. Niet van die grote verbouwingsprogramma's die je op tv ziet met huilen, het zwaar gesponsord. Nee, gewoon in Tilburg de Leen Bakker die een laminaatvloertje doneert en Eddie die dat bij de mensen aanlegt. En zo kun je elkaar helpen. Nou, dat is de basis van Quiet Community. Samen dingen doen en zo elkaar doen. Ik ga eens even kijken, want ik neem altijd wat... Ja, hier zijn deze zijn ook nog een beetje... Nou, we vormen een beweging. En misschien wel, hè, met het verhaal wat Marleen net vertelde, die solidariteit van een paar honderd jaar geleden. Wij zijn eigenlijk een beweging van nieuwerwetse solidariteit. Ik mag ook wel eens lezingen geven voor geestelijke in Brabant of in het land. En dan zeg ik toch een klein beetje, wij bouwen verder op jullie schouders. Dat voelt het ook wel. Dat het initiatief kwam van wat mensen gewoon van onderop. En dat hebben we zo gemaakt. Alsof ik het geraden had. Hij staat hier nu net voor. Dit is een solidariteit tussen mensen die het goed hebben en goed kunnen gebruiken. Wie krijgt nou wat? Kijk, het één ding, en dan kom ik terug op die bingo. Toen we Quiet oprichten, dacht ik, moet ik nou weer voor de 24ste keer mensen gaan controleren of mensen arm zijn? Dan komen ze ook, hè? Toen dacht ik, nee, bij Quiet gaan we uit van vertrouwen. Wij gaan naar plekken toe waar we weten dat mensen arm zijn. Maar wij gaan ze niet voor de zoveelste keer meer controleren. Wij werken heel goed samen met de voedselbanken in de steden. Maar ook vrouwencentra. Hè, 3/4 van de gezinnen in armoede is een vrouw. Maar wij gaan niet mensen voor de zoveelste keer naar een bankafschrift vragen. Wij gaan uit van vertrouwen. En je merkt. En ik heb dat ook uitgelegd aan de mensen die ons geld geven om de Quiet Communities te funden. Zij accepteren dat. Nou ja, hè, mensen. En het mooie is. Als je dit uitstraalt, krijg je ook vertrouwen terug, wat ik al eerder noemde. Nou, via die marktplaats hebben wij in iedere stad wel tienduizenden geluksmomentjes. Want mensen mogen zelf kiezen. We gaan ze een keer naar de Schouwburg, gaan ze een keer uit eten, gaan ze een keer naar dat. Nou, en mensen worden bij ons lid. Dat noemen wij met een chique woord members. We hebben helaas allemaal Engelse termen daarvoor gevonden, maar dat mag de pret niet drukken. Hier ook tussen de plaatjes door. Wij proberen mensen weer zelf in hun kracht te laten komen. Ik maak daar altijd een kwinkslag. Heel veel mensen zeggen, ik ga mensen in hun kracht zetten. Dan vraag ik me altijd af waar dat knopje zit. Ja, ik denk dan in de buurt van de lurven. Dat kunnen je niet. Ik kan niemand anders niet in de kracht zetten. Ik kan alleen de voorwaarden scheppen dat iemand zelf in de kracht kan komen. Zichzelf weer kan herpakken. En in de wijk werken wij dat we zeggen, we geven mensen een handje in de rug. Dat ze zelf weer stapjes kunnen zetten in hun tempo, op hun manier. En niet zo gedwongen zoals bijvoorbeeld een participatiewet dat de afgelopen jaren bij mensen heeft afgedwongen. Ik ga naar het laatste filmpje en dan ben ik bijna rond. En dan kijk ik ondertussen naar de tijdwaarneming en die steekt zo'n duimpje op. Nou, dat is voor mij heel wat. Weet jij hoe het is om met bijna geen geld rond te komen? Armoede is van nu, overal om ons heen en van ons allemaal. 1 op de 8 Nederlanders leeft in stille armoede. Quiet is een innovatieve manier om stille armoede te verzachten. Met een online platform, een marktplaats zonder geld, worden mensen in armoede gekoppeld aan een gratis dienst, een product, een verwenderij, een luxe lunch, een klus aan huis of een bezoek aan een safaripark. Quiet zorgt voor de juiste match en voor een onbetaalbare ervaring. De huisgemaakte bloemkoolsoepje, Belgische ambachtelijke granaatkroketjes. Soms zwaai ik met die tang, zit ik hier wel veilig. Ik kwam je hier alles zag, man. Thank you.
Mensen voelen zich weer gezien. Tellen mee. Doen mee. Samen gaan we door met het verzachten van stille armoede in Nederland. Iedereen kan van waarde zijn. Doe mee. Kom in actie. En laat je aanbod horen op ikdeelquiet.nl. Deel jij quiet? Ja, u zag een kaartje. Inmiddels is het kaartje wat vergroot. Er zijn nu 11 communities. De laatste is Roosendaal. Brabant is goed vertegenwoordigd. Dat doet mijn halve Brabantse hart erg goed. Maar we maken ook steeds een sprongetje over de riolen, of over de rivieren bedoel ik, Groningen. Er wordt nu in Den Haag nagedacht van Quiet Community. Het zijn in allerlei steden, maar er is ook mijn eigen dorp, Hilvarenbeek. En dan zou je zeggen een dorp, een rijk dorp als Hilvarenbeek. Nou, de armoede is misschien 2 keer zo laag, maar de schaamte is misschien wel 2 keer zo groot. En we hebben daar een hele hechte community van 100 gezinnen met een hele goede projectleider. Dus ja... We gaan als een olievlek door het land. Er zijn meer steden en dorpen en regio's die belangstelling hebben voor de Quiet. We groeien gestaag, maar wel stapje voor stapje. Voor mij is het een levenswerk geworden, een uit de hand gelopen hobby zeg ik wel. Maar in iedere stad en ook hier bijvoorbeeld in Den Bosch werken heel veel, deels betaalde krachten, maar ook heel veel vrijwilligers om deze Quiet Communities tot een succes te maken. Dus... Nou, daar ben ik erg trots op. En samen willen we steeds meer impact maken voor zoveel mogelijk mensen. En dat is ongeveer het doel van Quiet. Nou, heb ik het rondje rond. Als mensen het weten, het is makkelijk te googlen. Dus vandaar. Nou, dankjewel Ralf. Mooi verhaal weer. Dus als ik het goed begrijp, Quiet zet zich voornamelijk ook in om... Jullie bezorgen mensen dus uitjes of activiteiten of iets. En daarmee zet je voornamelijk in op die factor geluksgevoel. En het weer opbouwen van het zelfvertrouwen. Zodat ze vervolgens zelf iets kunnen doen om het probleem structureel aan te pakken. Ja, wij noemen dat verzachten, hè? Die situatie verzachten. Ik ben bewust opgehouden met het woord bestrijden. En toen ik vroeger nog bij de gemeente werkte, toen was ik van de afdeling armoedebestrijding. En ik denk, als je iets bestrijdt, dan is het op een gegeven moment niet meer. Als je muizen hebt, dan ga je naar de boerenbond en dan koop je iets voor de bestrijden. En een paar weken later heb je geen muizen meer. Nou, dat lukt helaas. Zo groot zijn wij niet. En die grote broek wil ik ook niet aantrekken. Wij willen de situatie van mensen verzachten door een geluksmomentje, door ontmoetingen in die community. En dat ze daardoor zich weer gesterkt voelen. Mensen voelen zich weer gezien, voelen zich weer gehoord, horen erbij. En ja, als je dan de stapjes kunt zetten, en, dan ben ik al heel gelukkig. Maar we hebben hele mooie voorbeelden hoe mensen vanuit de geluksmomentjes uiteindelijk aan een baan kwamen. Alleen, dat is het pad wat mensen zelf moeten bewandelen met ons als een steuntje in de rug. Ja, ja. En hoe vaak mogen mensen er gebruik van maken? Ja, dat is per community vooral. Het ligt er natuurlijk, onze sponsors in deze COVID-tijd hebben het ook zwaar. Dat is helaas zo. Dus die inlopen mochten we niet meer doen. Maar toch wordt er nog gedoneerd. Dat ligt een beetje aan van het aanbod wat we krijgen. Maar vanochtend mocht ik bijvoorbeeld op een school in Groningen, Mill Hill College, 100 pakketten die ingezameld waren door kinderen zelf. Van de tweede klas middelbare school. Nou, daar kreeg ik zo'n kippenvel van. Die hadden zelf iets gedoneerd van hunzelf. Om dat te doen. Dus het ligt een beetje afhankelijk met het is. Maar bijna iedere maand kunnen we wel zorgen voor een geluksmomentje. Oké, dankjewel. Ik vind het zo mooi dat jullie inderdaad die 23 regelingen, ik keek er echt van op. Want je zei al van, je moet er inderdaad er geletterd voor zijn, maar ook het kost zoveel tijd. En als je dan stilstaat bij het feit dat 75% vrouw zijn, en je noemde de alleenstaande moeders al, alleen al de tijd die daarin zit, ongelooflijk. Je bent eigenlijk een hele goede financiële manager als ja, je dat kunt. Ja, en het is dan zo mooi dat jullie dan niet om die 24ste regeling vragen. Ik ga even kijken naar een vraag uit de chat. Even kijken. Ans vraagt, hebben we ooit een echte wij-samenleving gehad? Misschien moeten we die vraag samen met de historica Marleen beantwoorden. Ja, ik zal hem zo ook aan Marleen stellen. Ja, ik vind het wel. En kijk, dat is misschien nog wel het goede van COVID. Dat ik zie nu de solidariteit, op elkaar letten. Ik bedoel, er is heel veel verdriet en ellende met de coronacrisis. Ik zie nu pannetjes weer over straat gaan. Mensen die op elkaar letten, kijken ze in je straatjes. Dus misschien is dat nog wel het goede, maar... Volgens mij, ja, ik denk dat de laatste 20 jaar zijn wij doorgeslagen in marktdenken en ikke. Maar
ja, er is misschien wel een tijd geweest. Maar misschien dadelijk nog met Marlene bij, ja, of zij het heel goed kan duiden. Ja, daar gaan we zo verder over praten voordat we doorgaan naar de Q&A. Ralf, gecondoleerd met je verlies. En dank dat je desondanks hier vandaag staat met een heel belangrijke boodschap. Dat waarderen wij in ieder geval ontzettend. Dank. Marleen, ik wil jou vragen om aan te schuiven. We gaan door naar de Q&A. Even kijken. Ik heb al genoeg vragen uit de chat. Zal ik meteen weer even beginnen met die eerste vraag aan jou, Marleen. Hebben we ooit een echte wijssamenleving gehad? Neem je tijd. Ik wil jou vragen om even in het midden te staan, zodat we genoeg afstand van elkaar houden. Ja? Ja, vind ik een lastige vraag hoor. Ja, dat is het ook. Weet ik niet. Ik zou eerder geneigd zijn om te zeggen dat je toch altijd... mijn verhaal zie je heel duidelijk dat die standenmaatschappij zo'n grote rol heeft gespeeld. Dus het is altijd wel de vraag van, ja, dan heb je wel zeker solidariteit, maar heb je dan een wij-samenleving? Hè? Is dat solidariteit uit een soort gedeeld belang? Ik denk, een gedeeld belang is natuurlijk het welvaren van de natie, maar ik denk toch, en een ander gedeeld belang was natuurlijk ook uit een soort, natuurlijk gelovig, hè, katholieke overwegingen om aan liefdadigheid te doen. Maar of dat echt vanuit een wij-gevoel is, dat durf ik niet over te zeggen. Oké, nou dan wil ik daar nog even op doorvragen, want ik hoorde jou al praten over die standen, over die kweekscholen die dan alleen voor de rijken waren. En die twee grote machtssystemen, hè? Geld speelt een belangrijke rol, religie speelde een hele belangrijke rol. En ik bleef maar afvragen, als er sprake is van zulke grote machtssystemen die een afhankelijkheidspositie eigenlijk versterken, hoe inclusief was dit eigenlijk allemaal? Hoe toegankelijk was dit? Want het lijkt inderdaad, ook wat Ralf zei, van we bouwen nu voort op wat er toen werd gedaan. Maar hoe inclusief was dit allemaal? Nee, dat ligt er ook een beetje aan wat je verstaat onder inclusiviteit. Dus ik denk dat religieuzen zich ontzettend hebben ingezet in een soort basisvoorwaarden voor iedereen. Dus bijvoorbeeld onderwijs voor iedereen en dat iedereen... naar de kerk kon, dat werd echt als heel belangrijk gezien, dat iedereen ziel gered werd, als het ware. Tegelijkertijd was er in die tijd gewoon een... Je bleef bij je... schoenmaker blijft bij je leest. En dat zie je eigenlijk in alle initiatieven. Ik bedoel, als de religieuzen zich in gaan zetten in het onderwijs en de missie, zie je dat net zo goed. Er wordt gewerkt eigenlijk met het systeem of binnen het systeem. In de kolonie dan binnen het koloniale systeem. In Nederland binnen het systeem wat we hier hadden. Dus het was zeker niet in die zin inclusief. Voor iedereen was een eigen schooltje. Maar in wel inclusief als in we regelen wat voor iedereen wordt wat geregeld, als het ware. Ik weet niet of dat helemaal antwoord geeft op je vraag. Ja, ik blijf zelf heel erg het gevoel hebben van... ik word er soms ongemakkelijk van. Want degene die zich toen de tijd hebben ingezet voor de armen, inderdaad, het is hulp, het was nodig. Maar die afhankelijkheidspositie blijft zo sterk en die machtssystemen die blijven in stand. En ook wat Ralf net zei over de overheid. Er is sociale hulp, maar de overheid is ook de grootste schuldeiser. Dus zolang deze machtssystemen op deze manier in stand blijven... Zijn we dan echt iets aan het bestrijden? Of wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Ja, wat ik ook wel een woord vind... kijk, in de geschiedenis was het misschien dat de kerk gaf hulp en vroeg er wat voor terug. Waarschijnlijk, hè? Iemand dat je eeuwig dankbaar moest zijn en moest geloven. Kijk, toch is er een periode geweest en nog steeds, en dat bedoel ik met op die schouders staan. Als ik in de stad een gezin kom waar ik nergens mee terecht kom, weet ik bijna altijd dat ik bij de zuster van liefde... Ik ken er nog een paar, altijd kan vragen. En die mij ook gewoon zeggen, Ralf, hier heb je een centje. En ik weet, toen ik in het begin in dit werk zat, op vrijdagmiddag kloppen heel vaak mensen bij een kerk aan, die geen geld meer hebben. En dan zijn er gelukkig de pastors in onze wijken, ik ken ze inmiddels ook allemaal, die dan toch nog zeggen, hier heb je 100 euro voor het weekend door te komen. Dus dat wordt dan bijna onvoorwaardelijk gegeven. Nou, dat woord, en in die machtssysteem, anders is het geen macht, is dit altijd voor wat hoort. Wat, hè? Mm-hmm. En ik denk, als je wat onvoorwaardelijk kunt geven, maar ja... Ja, ik denk dat in Tilburg heb ik wel eens, en ik ben geen historicus, daarom was ik erg geboeid door het verhaal van Marleen en heb ik meegeschreven. En
In Tilburg is wel een stad waar heel veel initiatieven van, vanuit die gegoede burgerij voor de groep die daaronder zat, hè, die arm gehouden werd door de fabrikant, hè, en zoals dat. En eigenlijk ben ik daar wel trots op. Een stichting Leergeld bijvoorbeeld, die ook in iedere stad, hè, 30 jaar geleden, ook in Tilburg ontstaan. Daarom vind ik zo'n Quiet ontstaat ook in onze stad. We hebben een beetje een Nama-stad omdings. Dus er zijn altijd wat initiatieven. En ik zie nu ook best, hè, Rotary's of ondernemersbolwerken. Kijk hoe makkelijk wij in Tilburg naar die ondernemers liepen in de stad. En we werden eigenlijk omarmd. Van jongens, wij geven jullie waar we goed in zijn. Nou, de ene keer is dat geld, maar de andere keer is dat... Dus ja, dat is altijd wel geweest. Maar ja, dat werd natuurlijk 100 jaar geleden anders geframed dan nu. En daar wil ik wel even op ingaan. Ja. Het gaat inderdaad denk ik ook om framing, hè, of om mentaliteit liever. Van, je zegt nu onvoorwaardelijk. Ik denk ook zeker dat heel veel initiatieven die ik genoemd heb, waren in dezelfde manier onvoorwaardelijk. En het was ook niet zo alsof ik er iets voor terugvroeg, letterlijk. Maar het was gewoon een andere mentaliteit. Van, ik kan nu achteraf zeggen van... He, ze richten die arme scholen op. En een heel belangrijke overweging was daarbij eigenlijk dat de kinderen leerden hoe ze een kruisje moesten slaan. He, zoals zij ze dat zei. Dat was het ergste. Niet dat ze honger hadden, maar dat ze niet wisten hoe een kruisje moest slaan. Maar dat geloofde men ook echt. He, het was normaal dat kinderen stierven in zekere zin. Het is heel verdrietig. He, maar het was belangrijk dus vooral dat die kinderen... De zielenheil van die kinderen was in de eerste plaats belangrijk. Dus dat is niet een soort van terugverwachten, maar het is ook gewoon... Ik heb een heel andere mentaliteit en een heel andere vorm van onvoorwaardelijk iets doen voor een ander. En toch ook blijven denken in dat standenverschil. Ja. Dus dat is denk ik... Dus ik wil zeker niet zeggen... Ik denk dat daar heel veel goede dingen ook gedaan echt zijn uit een onvoorwaardelijke motivatie door een religieuze. Alleen een heel andere mentaliteit dan vandaag de dag. Ja. 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 En dat heeft dan wel gevolgen voor wat het uiteindelijk doet. Want je had het ook over dat het was niet gericht op sociale mobiliteit, maar op maatschappelijke stabiliteit. Dus als je het zo framed, als je het zo inzet, heeft het wel gevolgen voor wat voor soort samenleving je verder creëert. En ja, wat voor soort stabiliteit dan. Het is heel erg gekleurd of exclusief, ja, in die zin. En het volgende, en dan ga ik even door naar de chatvragen, want ik zie dat er heel veel vragen tussen zitten. Ja. Een punt wat ik wil aankaarten, ik weet nog niet of het in de chatvraag terugkomt, maar het gaat over religieuzen, het gaat over kinderen. Ik kan er niet omheen, als ik het heb over die machtssystemen, die afhankelijkheidspositie, met alles wat er is gebeurd rondom het kerkschandaal. Daar word ik ook een beetje ongemakkelijk van, want wat weet je daarover? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, het is denk ik toch ook een beetje onlosmakelijk inmiddels verbonden met zeker onderwijs en kinderopvang door religieuzen. De fraters van Tilburg door het onderzoek van de commissie Deetman zijn de fraters van Tilburg bijvoorbeeld, die zijn uiteindelijk het meest naar voren gekomen, de meeste verhalen over. Oké. Dat was... Commissie Deetman is even voor de kijkers. Die hebben grootschalig onderzoek gedaan naar misbruik in de katholieke kerk. Ja. En dat was gek genoeg, of niet gek genoeg, maar de meeste verhalen gingen bijvoorbeeld over de Ruwenberg. Dus over dat pensionaat juist voor deftige kinderen. Dus hè, ook al heb je daar een andere afhankelijkheid gelaten, dat waren dan weliswaar jongens uit de deftige stand. Maar omdat die altijd binnen, hè, die verbleven daar bijna het hele jaar, waren die nog afhankelijker. Of ja, en nog kwetsbaarder, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Dus het gaat denk ik ook inderdaad, het gaat heel erg over een kwetsbare positie die kinderen of andere mensen in een afhankelijkheidspositie hebben. Er lag zoveel macht bij die kerk. En ik denk dat heel moeilijk is om dat dus ook nog echt te zeggen van wat heeft zo'n onderwijssysteem dan betekend voor kinderen. Maar ja, er zijn hele dubbelzinnige verhalen over. Hè. Voor sommige kinderen was dat gewoon regelrecht een hel. Voor andere kinderen was het juist een plek waar ze in een betere positie kwamen dan waar ze thuis al. Vaak kwamen deze kinderen ook uit een heel slechte situatie. Dan heb ik het niet over de Ruwenberg, maar bijvoorbeeld over de pensionaten van de Zusters van de Goede Herder. Die zijn ook veel in het nieuws gekomen. Er werden voogdijkinderen vanuit de overheid ook weer geplaatst. Dus de overheid haalde die kinderen weg bij hun ouders en plaatste bij de Lieve Zusters. Of bij de Zusters van de Lieve Herder. Ja, sommige kinderen zijn daar echt beter door geworden, andere niet. Dus het is een heel moeilijk, dubbelzinnig verhaal, denk ik ook. Ja.
Je bedoelt beter doorgeworden en dan geen niet te maken gehad met misbruik. Kijk, dat is het lastige. Er zijn ook verhalen van kinderen voor wie zusters en broeders, praters ontzettend veel hebben betekend. Bijvoorbeeld, ik liet foto's zien van de Wijnberg in Graven. Nou, het allereerste leerlingen die daar naartoe ging, Petronella, ze werd Piet genoemd, die is de rest van haar leven daar gebleven. Die kon ook eigenlijk nergens anders heen, maar en die hoefde geen kostgeld te betalen, bijvoorbeeld. Eigenlijk was dat kostgeld iets van 100 gulden in het jaar. En zij hoefde dat nooit te betalen en ze bleef de rest van haar leven bij de zusters. En zo zijn eigenlijk heel veel verhalen van zowel hele mooie, bijzondere verhalen over wat ze voor mensen hebben kunnen betekenen. En natuurlijk ook de laatste jaren de schrijnende verhalen, dat gebeurde ook. Dus ja. Het is heel moeilijk, denk ik, met elkaar te verenigen. Ja, ja, ja. En het zijn kwetsbare groepen, wat Ralf al vertelde, de impact. Ik schrik echt als ik de cijfers zo zie en hoeveel invloed het heeft. Je legt het heel mooi uit met hoofd, hart en handelen. Als het een mens en een gezin, een familie zodanig sterk beïnvloedt. Ja, dit zijn al mensen in kwetsbare posities. En die afhankelijkheidsposities kunnen negatieve gevolgen hebben. En dat gebeurt, denk ik. Ik bedoel, dit is natuurlijk niet alleen Marleen... heeft een historisch verhaal verteld, maar misbruik binnen pleeggezinnen, binnen kwetsbare groepen, juist daar komt het veel voor, denk ik, toch? Ja, nogmaals, ik ben daar niet deskundig op, maar je merkt zelfs nu in de COVID-crisis dat kinderen meer thuiskomen. Je zult maar, als alleenstaande moeder, je 3 kinderen thuis krijgen voor school. Hè? Ja, ik bedoel, wat brengt dat van druk in een gezin? En ook het verhaal, en dan zie je ook weer, dan maak ik het bruggetje naar toch weer in de armoede. Ja, de sociale dienst zei vroeger 1 computer per gezin. Ja. Nou, dan heb je opeens 3 kinderen thuis, die alle 3 thuisonderwijs moeten volgen. En dat doe je toch best op een laptop met een camera. Ja. Hè? Dus, ja, ja. Dus opeens moesten we met z'n allen op zoek in het begin van de COVID-crisis. Maar wat brengt dat voor een druk? Hè, bedoel, ik ben zelf leraar, mijn kinderen zijn gelukkig wat ouder. Maar je krijgt ze opeens thuis en je bent en vader of moeder en onderwijzer. En dat allemaal in die 3 kamerflat. Ja. Als je royaal behuisd bent nog. Hè? Bedoel, dus je ziet dat ook deze crisis hakt daarbij. En zelfs nu een extra week vakantie. Ja. Klinkt heel leuk. Maar probeer het maar allemaal te runnen. Dus, ja. Kijk, tegelijkertijd. Ik mag volgende week nog even een podcast spreken. Zie ik ook heel duidelijk de kracht die mensen hebben. Om aan die onderkant, hè, zelfs dat is een verkeerde framing, om op te overleggen. Er zit eigenlijk heel veel power in. En dat merk ik, kom ik in de quiet communities tegen, dan kom ik in mijn wijken tegen, wat mensen toch voor elkaar krijgen. En dan denk ik, ja, pet je af. Eigenlijk zijn het hele sterke mensen. En wat je soms ziet is dat je door pech in het leven, of je hebt de pech een handje geholpen, maar daar zouden we niet meer over oordelen. Hè. Sta je even onder water, nou, als je het water laat zakken bij mensen, kunnen ze weer praten. En zien ze ook weer die talenten. En ik weet, ieder mens heeft zijn talenten. Alleen soms zit ze even lullig verstopt. Of zit ze even in de weg. En als je die aanboort, nou ja, ik zeg al, die geluksmomentjes kunnen daar een handje bij helpen. Zie ik mensen weer groeien in de wijk. En ja, nogmaals, vanuit mijn vak ben ik daarvoor bedoeld om die mensen te steunen. En dan zie ik toch weer de power. En dat is ook het leuke, als ik bij Quiet ben, wat mensen onder elkaar doen. Dan denk je, hey, god, maar jij hebt een keer pech gehad. Maar ja, wat kun je dingen goed? En mensen gaan weer ontplooien. Dus ik wil het niet alleen maar framen van, och, het is die wijk en zus en zo. In de armste wijken Dilburg gaan de pannetjes s'avonds over straat en zorgen mensen voor elkaar en kijken ze of niemand eenzaam is. Daar kan ik dan ook weer. Kijk, we mogen nu weinig in de wijk komen, maar ik hoor dat wel van de geluiden. Er is een heel mooi initiatief en daar ben ik toch ook trots op dat weer in Tilburg ontstaat. Ons soepje was in Tilburg ontstaan, waar soep rondgebracht wordt. Er hebben heel veel vrijwilligers van Quiet ook aan meegeholpen om te zorgen bij gezinnen. En dan weet je, werd het thuis bezorgd. Er werd meteen even een oogje in het zuigen houden van, is de mensen eenzaam? Nou ja, en dat komt uit zo'n gekke COVID-crisis. Ja, ja. Mooi, mooie boodschap. Ik ga even naar de chat vragen. Even kijken, Marleen. De zusters Norbertinessen, volgens mij staat hier. In Oosterhout stichtte in 1810 een schooltje voor arme meisjes, omdat ze anders als klooster werden opgeheven. Ze waren hier dus toe gedwongen. Ze hadden geen financiering vanuit onderwijs aan de hogere standen. Dus enerzijds dwang, anderzijds eigen financiering. Kwam dit vaker voor? Vraagt Dirk.
Dat van die dwang is mij eigenlijk niet bekend. Nou, de zusters Martinessen uit Oosterhout is eigenlijk meteen wel weer een grappig voorbeeld. Omdat dat een van de, dat is een van de kloosters die ook doorheen de reformatie heeft kunnen bestaan. Ze vieren dit jaar in 750 jaar bestaan. Dat komt ook weer door de steun vanuit de Oranjes. Dus het klooster werd beschermd door de Oranjes. Ze hadden ook ontzettend veel geld. Dus ik weet niet of het, volgens mij tenminste, dit weet ik ook niet helemaal zeker hoor. Of ze vaker gedwongen werden, weet ik niet. Ik weet wel dat eigenlijk was voor religieuze instituten, dus die werden oogluikend toegestaan aan het begin van de 19e eeuw, was het vaak juist eerder toegestaan of gevraagd om in de ziekenzorg te werken dan in het onderwijs te mengen. Want er werd gezegd, we moeten eigenlijk eerst zorgen dat het openbare onderwijs beter wordt. Ze wilden vanuit de regering helemaal niet dat er andere partijen zich mee gingen bemoeien. En anderzijds werd natuurlijk ook het beïnvloeden van de kinderen, dat wil de juiste staat zelf doen. Dus ik weet niet zo goed, ik zou zo niet weten van uit welke, of dat dan juist een soort plaatselijk bestuur was die dwong tot het oprichten van een arme school. Oké. Dus dat is mij niet bekend van meer gevallen in ieder geval. Oké. Dat geeft antwoord op de vraag, want de vraag was, zijn er meer gevallen bekend? Ja. Ralf, deze vraag is voor jou. Nienke vraagt, Marleens conclusie is dat het katholieke systeem erop gericht was om armoede niet op te lossen, maar slechts nette armen van ze te maken, met nette tussen aanhalingstekens. Hoe kijk jij, Ralf, naar het huidige systeem? Is dat er echt op gericht om mensen uit de ellende te halen? Ja. Het huidige systeem bedoel ik, denk ik dat ze dat breder bedoelen dan alleen... Nee, als je kijkt dat het niet effectief is, zeg je nee, dan is dat misschien ook niet goed bedoeld. En er is een hele armoede-industrie ontstaan met schuldeisers. Als je het negatief wil kijken, dan zou je dat kunnen zeggen dat systeem dat de mensen arm houdt. Ga je van een uitkering naar werk, word je werkend arm, val je weer terug, al die gekheid die je dan allemaal tegenkomt. Dus... Het systeem is gewoon, het deugt nog niet. Kijk, mijn wens in mijn hart is dat mensen wel die stapjes, die standen zouden er nou niet meer zijn. Ze zijn er natuurlijk nog wel, maar dat mensen mogen groeien en dwars door die plafonds heen breken. Maar ja, als je het negatief doet, aan de andere kant ben ik een optimist tot in de kist. En probeer ik aan alle kanten me in te zetten om dat wel voor elkaar te krijgen. Maar... dan moet er nog best wel wat veranderen. Aan de andere kant denk ik ook soms, als je vaak klein begint in een buurtje, dan kwijt begonnen ook klein. En dat is uitgegroeid en dan gaan mensen nadenken. En ja, ik denk dat er nu ook weer mensen geïnspireerd zijn en denken, wat kan ik nou morgen doen? En als je begint met die hele simpele dingen, niet te oordelen, eens meekijken met iemand over de schouder, heel veel buddyprojecten in het land, dan denk ik, dan kan toch de ene hand de andere hand helpen. Dus ja... Ik kan een hele middag iedereen slecht nieuws geven. Dat we dan een keer praten. En dan kan ik tegen iedereen zeggen, je hebt gelijk. Maar daar schieten we niks mee op. Ja. Nou, er is nog een vraag die daar een beetje op doorgaat. Daar kun je dan misschien wat korter op reageren als je wil, Ralf. De vraag komt van Kiki. Ik hoor nu veel mooie initiatieven, maar moeten we niet juist meer aandacht hebben voor de structurele problemen en die aanpakken? Net is er weer een CBW-onderzoek waaruit blijkt dat sociale positie en opleidingsniveaus van ouders grote invloed heeft op schoolloopbaan van kinderen. Houden we de structurele ongelijkheid niet in stand als we op microniveau mensen op de been houden en die last dus bij de overheid wegnemen, terwijl de overheid dus de grootste schuldeiser was? Ik kan heel kort antwoord op geven. Ja, heeft Kiki helemaal gelijk. Nou, Kiki, je hebt helemaal gelijk, wordt hier gezegd. Doe er wat dan. Ja. Nou, er komt hier, om daar even op door te gaan, een vraag van Robin. Wat is de rol van weldoeners? We hebben nu gehad over het structurele en de rol van de overheid. Nou, die moet dus meer doen. Wat is de rol van weldoeners, zoals nu uit de quote 500, de miljonairs die zich hebben ingezet, binnen dit probleem? Dragen zij bij aan de oplossing of aan het probleem door bijvoorbeeld lage lonen te betalen of flexwerkers te gebruiken? Ja, kijk. We hebben een appel gedaan op die mensen in die quote 500. En gelukkig zie je heel veel mensen die heel veel geld hebben, die allerlei foundations hebben. Die we allemaal misschien wel kennen. Hè? Bijvoorbeeld meneer Van de Ende is een hele bekende. Die heeft een hele grote foundation en die richt zich op talentontwikkeling, op cultuur, op theater. En helpt daar heel veel mensen. Er is ook een stroming en daar ben ik het ook wel eens. Je kunt ook zeggen dat we die hoge inkomsten eens wat zwaarder moeten belasten. Dat mensen hier gewoon belasting betalen, want...
Je ziet ook vaak dat die mensen, en of het nou personen zijn of bedrijven, de slimste manieren weten om hun geld onbelast het land uit te sluizen. Hè? Daar zijn we met de dingen. Dus op dat vlak zouden we wat meer kunnen doen. Die mensen die ik de afgelopen jaren tegen ben gekomen, menen het echt oprecht vanuit zijn hart. En dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, als iemand zoveel 100 miljoen heeft en hij geeft aan Quiet dit. Maar ja, ze doen het wel en ze doen het niet als een soort aflaat, om maar even in de kerkelijke te hebben. Ja, die mensen hebben mij oprecht geïnspireerd en dat laten zien van nou, we steunen dat. Maar dat je misschien met een betere inkomstenbelastingssysteem dat wat beter kunt verdelen. Dat je kunt zeggen, hey, luister, je wordt ook rijk doordat je al die mensen voor je hebt werken. En betaal ze allemaal inderdaad maar eens goed. Dan draag je ook bij aan structureel het verbeteren van armoede. Dus ja, ik denk dat dat wel klopt. Maar het doet niks af aan de goede doelen die gesteund worden. Maar structurele oplossingen, meer belasting betalen en zorgen dat het geld niet het land uitsluist. Ja. En Nederland is daar echt een bananenrepubliek in. Dus we zijn gewoon de brievenbus van de wereld. Als U2 hier een brievenbus heeft, betalen ze geen belasting in de rest van de wereld. Ja, ik vind het schandalig. Ja. Marleen, deze vraag is voor jou, komt van Robin. Weten we iets over hoe bijvoorbeeld arme kinderen zo'n gebruik als gekleed worden door de kinderen van rijke scholen ervaren? Ja, eigenlijk heel weinig. Dus dat is ook, vond ik ook jammer bij het voorbereiden van deze presentatie. Ik doe eigenlijk altijd mijn best om ook iets van het perspectief van het kind juist proberen centraal te stellen. Dat is hier, ook omdat de archieven moeilijk te bereiken waren. Maar goed, ook het is lastig, het is niet echt gelukt. Dus van dat initiatief zoals dat kleden, nou, daar is door de auteur, die Louis Kuitenbrouwer, is daar wel over geschreven dat de kinderen 's nachts huilden in bed. Maar goed, dat was ook een dramatisering. Dus hij leefde zich wel heel erg in die kinderen en hij stelde zich ervoor dat dat voor hem verschrikkelijk moet zijn geweest. Nou, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Maar ik heb dat zelf weinig gevonden. Dat zie je eigenlijk pas vanaf de 20e eeuw. Dus juist bijvoorbeeld dat misbruiksschandaal in de katholieke kerk. Daar zijn vanuit de 20e eeuw, eerst zelf 20e eeuw rond en ook de jaren 40, 50, 60. Daar zijn heel veel getuigenissen van. Maar eigenlijk van dat echt vroege 20e eeuw en laat de helft 19e eeuw eigenlijk helemaal niet. En degene die wel getuigenissen waren wel van weten hoe hun schooltijd was. Dat waren natuurlijk juist eigenlijk weer de meisjes en jongens van de hogere klasse. Dus dat is jammer. Oké. En nu weet ik dat jij ook met je eigen onderzoek bezig bent naar het koloniaal verleden. En je had het over onderwijs in missiegebieden. Ja. Is daar meer over bekend? Hoe de lokale kinderen daar hebben ervaren? Er zijn wel ook oral history projecten. Dus daar wordt de laatste jaren wordt er ook echt actief naar gezocht. Daar wordt geprobeerd dat actief in kaart te brengen. Maar ook, het ligt eraan hoe vroeg je gaat zitten, ook weinig. Dus voor mijn eigen onderzoek zit ik ook in de vroege 20e eeuw. Die kinderen zijn eigenlijk, de kinderen van toen zijn eigenlijk al lang allemaal overleden. Dus wat ik bijvoorbeeld heel veel gebruik in mijn onderzoek is beeldmateriaal, foto's, om dan toch maar iets te onderzoeken van wat deden kinderen, waar waren zij, met wie waren ze. Dus systematisch grote collectie heb ik het dan over. Ook om toch een beetje dat dominante missionaire narratief dan daar iets tegenover te stellen, laat ik het zo zeggen. Hè? Iets om dat een beetje te doorbreken. Ja. Ik vind het wel mooi, want jullie verhalen maken heel goed duidelijk hoe in- en uitsluiting op verschillende manieren kan werken. Dat was het thema van de erfgoedcolleges dit jaar. Je had het over vrouwen, kleur, de missiegebieden, opleidingsniveau, geld, allerlei factoren spelen een rol en zijn beide mooi naar voren gekomen in jullie verhalen. Ik moet gaan afsluiten. Dank jullie wel, Ralf. Marleen, dank. Mooie verhalen, goede vragen ook. Ik ga de sessie afsluiten. Ja, jij bedankt. Beste kijker, dank voor het kijken, dank voor het inzenden van de vragen. Dit was alweer de laatste sessie. Namens Erfgoed Brabant wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meekijken deze reeks. Het was dit jaar heel anders. Zoals ik al zei, iedere keer dat ik weer begin, denk ik dat we allemaal hier een beetje het gevoel hebben van wat jammer, we hadden jullie zo graag in de zaal erbij willen hebben. Hopelijk volgend jaar. Maar in ieder geval dank dat jullie ook in deze setting met ons waren. Namens Erfgoed Brabant, nee, nog voordat ik afsluit.
De sessies, alle vier de sessies, komen online. Vanaf 6 januari zijn ze te bekijken. Op de website van Erfgoed Brabant Academie vind je alle informatie. En dan ga ik nu afsluiten. Ik zei vandaag nog tegen mijn studenten, let een beetje op elkaar. Het zijn moeilijke tijden. We moeten er allemaal samen doorheen. En dat geldt nu ook voor de komende feestdagen. Dus nogmaals, let een beetje op elkaar. Hou elkaar in de gaten. Hou je sterk. En wij hopen jullie volgend jaar hier te mogen verwelkomen. En soms, en we zagen dat met Quiet, met een mooi voorbeeld, soms maakt een klein gebaar een groot verschil. Een appje, een belletje, een wandeling op afstand. Dus doe dat ook voor elkaar en ook voor jezelf. Veel warmte en liefde toegewenst. Goede gezondheid voor jou en jouw dierbaren. En dank voor het kijken. Fijne avond.